Ja, je denkt toch zeker niet dat uh, Mark Zuckerberg nog ergens NFT's aan het flippen was terwijl die Facebook aan het opzetten was. In het algemeen is de valk al tegenwoordig wel een beetje dat iedereen binnen een half jaar of een jaar uh, een, uh, een winstgevend uh, miljoenenbedrijf wil hebben. Ja. Wat in de praktijk gewoon vaak niet mogelijk is. Iedere ondernemer moet zich beseffen dat ondernemen gewoon super saai is. Een ondernemer kan niet op geluk afgaan. Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw ontwikkeling? Wij zijn Ondernemende Podcast. In de afgelopen jaren zijn we tijdens het interviewen van meer dan 50 succesvolle ondernemers achtergekomen wat de basisprincipes van succes zijn. Deze basisprincipes hebben wij verpakt in de Academy, waar we jou meer leren over mindset, vermogen opbouwen, ondernemen en gezondheid. Je hoeft geen ondernemer te zijn om deel te nemen aan de Academy. De Ondernemend Academy. Leer je namelijk alles wat je moet weten om te groeien als persoon naar de beste versie van jezelf. Door te werken met experts uit ons netwerk bieden we jou de beste kennis van Nederland. Ter ondersteuning daaraan bieden we een hechte community waar je kan verbinden met gelijkgestemden. Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw ontwikkeling? Join dan nu de Ondernemend Academy en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Jullie host David en Chert zitten hier weer, en uh, vandaag hebben we een, uh, een hele mooie gast. Hij is al een keer eerder bij uh, ons in de show geweest, en we gaan het vandaag hebben over een uh, stukje ondernemerschap, over cashflow, uh, hoe jij uh, geld investeert vanuit je bedrijf, en hoe je ook in eerste instantie dat bedrijf opbouwt. En wanneer komt nou dat punt dat je ook daadwerkelijk geld uit je bedrijf gaat halen om uh, te investeren, en wanneer doe je dat uh, op een uh, verstandige manier? We zitten hier namelijk met uh, Mark Zoons, ook wel uh, beter bekend tegenwoordig als uh, Mr. Cashflow. Mark, welkom in de podcast. Welkom. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om weer uh, terug te zijn. Ik ja, heb er veel, veel zin in. Wij ook. En je hebt uh, de primeur vandaag. We hebben de nieuwe studio gelanceerd. En uh, nou ja, we hadden jou natuurlijk al eerder in de podcast gehad. Ook een beetje vriend van de show. Dus uh, ja. Nou ja, we wilden jou graag weer uh, hier hebben om de nieuwe studio uh, te openen. Dus uh, bij deze. Ja, dadelijk even de champagne pakken. En, uh, ja, nou die ligt hier achter in de ja, kast. Dat dus. mooi. Nee, maar het, uh, het ziet er echt heel professioneel uit, jongens. Ik ben, uh, ben trots op jullie. Ja. Ik, uh, het zit lekker. Uh, mooi logoetje op de tafel. Uh, goede sound system. Dus uh, nee, uh, heel gaaf. Geeft meteen een andere vibe. Hè? Ja, Het ja. is dus wel echt uh, heel professioneel. Humidor op de achtergrond. Uh, ja. Dus die sigaren, die kunnen we weer op herhaling doen. Ja, dat is een goede. Dat, dat moeten we even inplannen dan. Ja, ik hoop dat mijn, uh, mijn zoontje dan niet weer in een glas scherf trapt. Daar ja, ja. hadden we het vanmorgen over uh, thuis. Van, ja, oh ja, dat waren die jongens, die waren hier. Ja. En toen, uh, hij was ziek thuis vandaag. En zegt hij van, ja, ja, toen had ik in het bad uh, moest oh. oh Ja, ja, ja. Nou, ja, ja. Is, uh... is het in ieder geval blijven hangen? <laughs> het is wel blijven hangen, ja. Het had indruk ja, gemaakt. traumatische ervaring. Ja, <laughs> ah, mooi. Nee, maar uh, ik zie de humor door, dus ik denk, oh ja dat, uh, ja, dat was ook een leuke avond. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja, dat was ja. zeker gezellig. Ja. En Mark, vorige keer in de podcast uh, hebben we het met name gehad over jouw persoonlijke verhaal uh, als ondernemer. Klopt. Toen, uh, dat was natuurlijk weer een, alweer een, een mooi tijdje terug. Er is een hoop gebeurd. Ja, veel veranderd. Ja, inderdaad. In een uh, vrij korte tijd, hè? want uh, volgens mij is het een goed jaar geleden. Uh, dus uh, genoeg te vertellen, genoeg te delen. Ja, ja, zeker. Dus vorige keer hebben we het gehad met name over uh, ja, toen het Wijnhuis Zoons, uh, Ook over jouw uh, ervaringen in, uh, in andere bedrijven, betrokkenheid uh, bij Tibor en ja. een stukje ondernemerschap en jouw uh, persoonlijke lessen. Ja. Dus misschien is het wel leuk om vandaag uh, te gaan kijken naar, nou ja, waar we het net over hadden, van uh, wat zijn nou die fases van het ondernemerschap. We hebben natuurlijk ook uh, binnen onze academy hebben we hele mooie content met jou opgenomen over uh, het ondernemerschap. Ja. Uh, hoe je nou een business start, je businessmodel, product of dienst. Dus daar heb je ook uh, superveel uh, waardevolle kennis uh, gedeeld en, en tot je beschikking. Dus het ja. even kijken van wat willen we vandaag aan de luisteraars uh, meegeven. Ja, misschien misschien niet te veel is... daarover, Moeten moeten gewoon lekker kopen natuurlijk. Hè. Ja, dat is zo. We dat daar kijken. Gewoon lekker lid worden van de, van de academy. Uh, maar uh, ja, we gaan deze keer ook niet weer helemaal terug naar de zandbak. Uh, nee. uh, we gaan lekker uh, kijken hoe we zoveel mogelijk leuke dingen kunnen, kunnen delen over ondernemerschap en uh, later dan ook een stukje investeren. Ja, want als je het goed doet als ondernemer, dan uh, kan het zomaar zijn dat je goede winsten gaat draaien. En dan komt het volgende vraagstuk. Gaan we het nou terug in de zaak steken? Gaan we het sparen of gaan we het beleggen? En ja. uh, daar uh, denk ik ook uh, af en toe nog wat zinnigs over te kunnen zeggen. Dus uh, ja, heel, heel leuk om, uh, om die kennis te mogen delen vandaag. Ja. Ja, laten we hem daar dan bij, uh, bij aftrappen. Want we hadden het van tevoren al over uh, verschillende fases. Nou ja, toen ja. zeiden we al van: nou ja, vaak is het nu zo dat iedereen is bezig met investeren, wil rendement maken, geld uit het bedrijf of uit zijn privé halen om, uh, om maar te, te beleggen. Omdat dat is een hot topic is. Ja. Maar vaak is het zo dat het in de praktijk wellicht beter is om nog even door te investeren in je bedrijf. Uh, ondanks dat jij vaak anders uh, ja. aangeeft, zei je al uh, natuurlijk online. Maar dat verschilt in, uh, in de fase waar je natuurlijk zit met je bedrijf. Misschien is dat leuk om uh, op in te haken. Ja, welke fases zijn er? En hoe weet je nou als ondernemer in welke fase je zit? En wat zijn nou de dingen die je wil gaan doen in die fases? Misschien ja. is dat leuk om mee te starten. Ja, hele goede. Kijk, uh, vaak krijg ik die vraag van mensen die een 30 seconden snippet uit een podcast uh, die geknipt is, uh, hebben gezien. Dat uh, herinvesteren in je bedrijf het domst is wat je kunt doen. Daar krijg ik heel veel feedback op. Dankzij uh, die podcast krijg ik ook heel veel nieuwe klanten. Want die denken dan: van, ja, wat moeten we dan wel doen? Maar uh, daar zit natuurlijk wel uh, wat nuance achter. En uh, zeker voor de mensen die hier luisteren, als jij uh, in fase 1 zit van je onderneming, ja, het allerlaatste waar je op dat moment aan moet denken is uh, investeren. Uh, dit is je investering. En hier ga je al je tijd, je bloed, zweet, tranen en euro's insteken. Omdat dat op dat moment alle aandacht ook nodig heeft. Dus je wilt in de eerste fase van je on ondernemersleven. Wil je echt focus houden? Dus je wilt alleen maar kijken naar die onderneming. Uh, kijk, een, als je gewoon kijkt naar de meest succesvolle ondernemers uh, van de wereld. Ja, je denkt toch zeker niet dat uh, Mark Zuckerberg nog ergens NFT's aan het flippen was, terwijl hij Facebook aan het opzetten was. Of uh, dat Elon Musk dacht van ja, laat ik nog eens eventjes kijken of ik een Forex-botje kan, kan uh, ontwikkelen en lanceren. Dus dat, dat geeft al aan, focus, dat gaat jouw uh, succes brengen, je eerste succesjes brengen. Hè? Dus niet mega succes en Lamborghinis, maar die eerste fase is gewoon een overlevingsfase. Eh, als ondernemer. En ik denk altijd dat je ongeveer drie fases als ondernemer hebt. En die eerste fase is gewoon overleven. kunnen we heel mooie verhalen over vertellen, maar het is gewoon knokken, werken. En natuurlijk mag je het slim doen, en moet je er van tevoren goed over nagedacht hebben. En tussentijds wil je er ook over nadenken. Je wil wel strategisch zijn, en je wil met een plan werken, met targets en deadlines. Eh, dus het is En gewoon meters maken. Dus dat, de overlevingsfase is gewoon van nul tot een ton. En sommige mensen zijn jarenlang als ondernemer aan het overleven. Hè? Dus het is ook niet een garantie dat je uit die fase 1 komt. Ik ken heel veel ZZP'ers die uh, al tien al jaar onder een ton omzet zitten. En die vinden dat ook prima. Hè? Maar het is wel overleven. Dus ze moeten wel iedere keer als er een klantje wegvalt, eventjes bijschakelen. Want anders uh, is het te weinig. Ja. Dus je ziet dat uh, zolang je als ondernemer in die eerste fase zit... moet iedere euro, ieder uurtje dat je vrij hebt... en, daar, uh, en, en in, in groei van jouw vermogen wilt steken... of groei van jouw succesgevoel, die moet daarin. Uh, en die gaat in het bedrijf. En uh, dan is spreiden helemaal niet aan de orde. Dat vind ik echt zo'n groot mogelijke onzin. Uh, toen ik jullie de eerste keer sprak, zat 100% van mijn focus... Zat op het op het boek, en de marketing van het boek, het schrijven van het boek, publiceren van het boek. Ik had het, op dat moment was ik niet bezig met Forex, crypto, vastgoed, dat soort dingen. Tuurlijk, wat ik had, moest ik onderhouden. Het is niet zo dat ik, dat ik dan geen aandacht eraan gaf, maar zo weinig mogelijk. Dus hm. al die aandacht gaat erin. Nou, het afgelopen jaar is ook fase 2 geweest voor de groei van het bedrijf. En dat is de tweede fase. Dus zo gauw als je boven een ton komt, dan denk je, oh ja, ik kan in ieder geval altijd rekeningen betalen, het gaat lekker. Uh, en nou kun je gaan werken aan groei. Uh, dus uh, nul tot een ton is gewoon echt overleven, moet je zorgen dat de rekeningen betaald kunnen worden. Dat je eens een keer marketing kunt gaan doen en dat je dat niet uit uh, je privémiddelen uh, betaalt. Dat je misschien een salesmedewerker erbij kunt trekken of een accountmanager. Ja, dat kan allemaal niet als je uh, 20.000 euro omzet draait. Dat, dat moet je alles zelf doen. Dus eerst is het overleven. Vanaf een ton kun je uh, er dingetjes bij gaan halen. Kun je gaan focussen op groei. Dus kan je echt meer sturen op cijfers. Uh, kijken naar wat zijn mijn targets voor de komende kwartaal, voor het komende jaar. Dan kun je ook eens gaan dromen over grote doelstellingen. Mm. We hadden het over de B-hack. Ja, ik vind een B-hack stellen als je nog niet bent begonnen, vind ik echt kansloos. Want je weet helemaal niet of dit idee überhaupt van de grond gaat komen. Dus een B-hack ga je pas doen, eigenlijk, naar mijn mening, als je gewoon al uit die eerste fase bent. Dan ja. ga je eens een keertje strategisch en lange termijn en uh, een grote visie uh, creëren. Mm -hmm. In het begin moet je gewoon, is het eigenlijk gewoon knokken testen of het überhaupt wel een kans van overleven of kans van slagen heeft. Ja. Nou, fase 2 is groei. Dus tussen een ton en een miljoen, uh, en voor sommigen is het nog veel verder, uh, ben je bezig met de groeifase. Uh, dus vanaf een ton heb je omzet, heb je winst. En als het goed is, heb je ook een prima uh, cashflow. Zoals als jij gaat groeien, ja, dan komen er groeipijnen. Dat zei ik in de vorige podcast ook. Als je groeipijn hebt, ja, dan krijg je cashflow-problemen. Dus die omzet die groeit, die winst die groeit als je het goed doet. Uh, ook niet evenredig overigens. Dus vaak heb je merk je tussen een ton en drie ton, dat je eigenlijk net zoveel overhoudt onderaan de streep als uh, daarvoor. Alleen qua percentage. Hè, dus het percentage slinkt. Alleen je houdt ongeveer net zoveel of ietsje meer over. Ja. Uh, dus procentueel, ja, je gaat meer kosten maken, want je gaat dingen uitbesteden, je gaat dingen uitproberen. Je gaat herinvesteren in groei. Dus je houdt onderaan de streep iets minder over. Maar dat is oogsten of uh, uh, zaaien om later te kunnen oogsten. Ja. Dus tussen een ton en een miljoen, ongeveer, give of take. Uh, ben je met groei bezig? En in de groeifase. Dat is vaak een moment waarop je alvast kunt gaan kijken van hé, ik draai winst. En misschien moet ik één dingetje doen wat nog buiten mijn bedrijf gebeurt. Eén dingetje waar ik uh, bijvoorbeeld ETF's of crypto of weet ik veel wat, maar iets wat. Je zet het en forget het. Dus je hebt besloten. Ik ga een gedeelte van mijn geld, van mijn winst, ga ik daar naartoe uh, sturen. Of een gedeelte van mijn salaris ga ik wegzetten. Dat kun je doen, maar dan moet je het wel echt geautomatiseerd hebben... dat je daar niet te veel tijd mee kwijt bent... want die business moet groeien. Dus daar gaat de focus naartoe. Dus afgelopen jaar was voor mij geen... hé, hey, ik ga allerlei investeringen uh, doen. Uh, nu heb ik het geluk dat ik mensen help met investeren. Dus ik kan wel heel veel projecten doorlezen en uitzoeken. En als het me bevalt, dan klik ik mezelf dan natuurlijk ook aan, uh, aan vast. Maar in principe, als ik nou uh, tien bakkerijen moest gaan opzetten... Ja, dan had ik geen tijd gehad om investeringsprospectus uh, uh, door te lezen. Mm. Dus dan was ik daar niet mee bezig geweest. had ik gewoon niks aan mijn portfolio gewijzigd. En daarna dan kom je in de uh, ouderdoms, ik noem het al de -pensioen of pen pensioenfase Dat is de fase waarin mensen het of merken van, oh ja, ik heb zo hard gewerkt de afgelopen jaren en het bedrijf draait hartstikke goed. Uh, dus ze gaan of. Uh, waarom ben ik het nog allemaal aan het doen? Dus of ze willen dan het bedrijf gaan verkopen, of ze willen er een operationeel directeur in zetten, of ze blijven lekker doorwerken, maar willen zich ook eens een keer gaan uh, bezighouden met andere dingen. Dus misschien met investeren, misschien met uh, een tweede bedrijf opzetten of wat dan ook. Dus je ziet dat die derde fase. dat is eigenlijk de fase waar ik aan bod kom met Mr. Cashflow. Uh, op dat moment ga je pas praten over wat moet ik doen met mijn vermogen. Ja. ja. En maar ik val valt al is een beetje dat veel mensen willen nu gewoon meteen naar fase 3, Heb ik het idee? Want dat is natuurlijk wat je heel veel ziet. Iedereen is ja. online bezig met investeren, beleggen. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Alleen... Ja, dankzij Instagram willen we allemaal uh, op ons uh, 23e rijk en succesvol worden ja. en uh, dikke dik Lamborghini's. Spelen. Uh, yeah, yeah, endgame spelen, wat ik net al zei. Ja. Uh, dus wij willen op uh, terwijl we in onze uh, twintiger jaren zijn, waar wat in mijn idee altijd de jaren zijn waar je uh, gewoon uh, karakter moet bouwen en uh, eens gewoon moet, uh, moet gaan werken. Uh, hè, dus echt je tijd inruilen voor geld, dat vind ik uh, een prima systeem voor, uh, voor iemand in zijn twintiger jaren. wil niet zeggen dat je het intelligent kunt doen en dat er hefbomen plaatsvinden, maar ja, je, het moet niet allemaal vanzelf gaan, want daar heb je gewoon de rest van je leven last van. Als alles vanzelf gaat en er komt een keer een tegenslag op je dertigste, ben je kansloos. Je kunt niks. Ja. Je bent gewoon zwak. En dat, uh, dat mis ik een beetje uh, bij, bij heel veel mensen die uh, jong zijn, heel graag succesvol willen worden, maar even vergeten om dat karakter te bouwen. En dan denk ik van ja, uh, bouw nou gewoon lekker dat karakter. Maak alsjeblieft wat tegenslagen mee. Uh, ga lekker naar de sportschool en, uh, of ga uh, vechtsporten doen en word een keer op je bek geslagen. En voel eens gewoon hoe vervelend dat dat is. En hoe zwak dat je eigenlijk bent als je klap krijgt. Hè, ik ben pas geleden begonnen met boksen. Nou, uh, ik ben 44. En de laatste keer dat ik echt een klap op mijn kop heb gehad, was ik uh, 24. Nou, dat doet wel wat met je hoor. Als je na 20 jaar voor het eerst gewoon. Een, een, en dan nog met een bokshandschoen. een stomp recht op je muil krijgt. Dan merk je in één keer, jeetje, ik heb hem drie dagen later voel ik hem nog. Dus zo zwak ben je dan dus. Ja, dat moet je dus niet op je twintigste, uh, in je twintigste jaren zijn. He, dus ik, ik heb nog een excuus van, oh ja, ik ben al een beetje ouder. Maar, uh, en, en zelfs ik heb geen excuus, vind ik. He, want uh, ik ben nog niet eens op de helft van mijn leven. Dus uh, als je dat karakter niet in de overlevingsfase bouwt. Hoe ga je dan een hemelsnaam uh, strategisch en slim kunnen groeien straks? En hoe ga je met tegenslagen om? Hè, want een goede ondernemer is niks meer dan uh, heel capabel zijn... in het oplossen van problemen. Dus ja. uh, hoe groter de problemen zijn die jij als ondernemer kunt oplossen... dus hoe meer karakter, hoe meer weerstand jij hebt tegen tegenslagen... hoe groter jij kunt groeien als ondernemer. Mm. En als jij... Uh, ...met gemak een paar ton verdient. Dat zie je vaak bij mensen die dat uh, op jonge leeftijd heel makkelijk hun geld hebben verdiend. Die raken het of kwijt, of ze uh, uh, hebben tegenslagen... ...of ze denken dat het volgende idee net zo succesvol gaat zijn. Maar ze, het worden dromers of ze worden gewoon schooiers. Omdat ja. ze dan, dan geen geld meer hebben en niet, niet meer snappen van hoe kan dat nou? Ja, precies. Ja, dus uh, dat karakter dat bouw je echt in die overlevingsfase... Ja. Maar daarbij is het misschien, je had het net ook over dat er mensen zijn die komen nooit uit die overlevingsfase. Die blijven daar misschien wel tien jaar hangen, twintig ja. jaar hangen. Maar wat is dan de grens waar je besluit van: oké, okay, dit werkt niet? Want we hadden bijvoorbeeld Dar in de podcast. En die zei echt: ja. oké, okay, als je eigenlijk binnen een paar jaar merkt dat het niet werkt. of misschien zelfs binnen een jaar merkt dat het niet werkt. stop ermee, ga iets nieuws doen. Maar wij vinden dat, ja, dat is altijd een beetje een lastige grens. Want ik bedoel, ja. wij hebben allebei een startend bedrijf. Maar wanneer denk je nou van: oké, okay, dit is. Dit werkt echt niet, of het gaat echt niet hard genoeg. En je, ja, misschien hoort het bij het karakter bouwen. Ja. Maar misschien is het ook wel omdat het echt niet werkt. Wat is een beetje die grens en hoe zorgen we ervoor dat je daar ook weer uit kan breken? Dat je dan wel echt naar die fase 2 kan gaan op een gegeven moment? Ja, super lastige vraag. Want uh, dat is ook afhankelijk van wat je zelf wilt. En wat jouw definitie van succes is of wat jouw doelstellingen zijn. Kijk, iemand die, uh, ik had laatst iemand die een breiclub heeft als klant. Uh, Superleuk concept, maar je kunt daar gewoon, je, je gaat niet uit die worstelfase, overleeffase komen. gaat gewoon niet gebeuren. Zij gaat niet, tenminste, zij, hè, dus er zijn, als ik een breiklub zou opzetten, zou ik misschien wel uh, uit, uit die overlevingsfase komen. Uh, maar dat is omdat mijn doelstelling, mijn karakter, mijn ervaring anders is. Maar zij gaat, de, ik denk dat haar hele leven niet boven de 40.000 euro omzet uitkomen. En voor haar is dat prima. Zij is blij dat wij haar gaan helpen om dertig leden in haar club te krijgen, in haar breiklub te krijgen. Uh, ze heeft er nu twaalf, denk ik. Uh, dus dan gaat ze keer drie. En voor haar is dat een mega succes. En als zij op dertig uh, leden gaat komen, uh, en ze kan dat dus de komende tien jaar doen, is zij de meest gelukkige ondernemer op aarde, denk ik. Dus voor haar is dat het signaal dat ze door moet gaan. Zou ze nou onder de 10 schieten, terwijl ze altijd 12 heeft gehad, dat zou voor haar een signaal zijn dat ze moet stoppen en dat ze iets anders moet gaan doen? Dus, en vaak stel je dus zelf, en dat is wat veel ondernemers vergeten: je stelt zelf die piketpaaltjes op, tot dan en niet verder. Dus als ik beneden de Dit zijn de dingen die bijna niemand doet als ondernemer. Dus bijna niemand stelt de piketpaaltjes van: nou, als ik niet binnen een jaar minimaal 100 klanten heb, dan is, het niet, is dit het niet voor mij. Want ik wil graag meer dan 100 klanten uh, met dit idee krijgen. En uh, dus ik ben het wel eens met Dag dat er een punt moet zijn, en dat vaak is het na een paar jaar, uh, of na één jaar, of na één kwartaal, als het dan niet werkt, kappen, ga iets anders doen. Dus dat ben ik wel met, met hem eens. Uh, maar voor iedereen kan dat verschillend zijn. Dus ja. voor jullie kan het misschien drie jaar zijn. Voor mij kan het één kwartaal zijn. Dat ik ja. iets probeer en denk: van ja, maar dit is niet de uitwerking die ik wil. Ik ga ook niet bijsturen. Snap je? Uh, dus zo gauw als je voor jezelf besluit: van ik ga maximaal één keer bijsturen. of ik ga maximaal mezelf één jaar de tijd geven. Dat is voldoende. En dat is met business zo. Maar dat is bijvoorbeeld ook met je gezondheid zo. Uh, dus er kan ook iemand zijn die zegt van ja, dat afvallen is niks voor mij. Ik zeg: Hoe lang heb je het geprobeerd? Eén kwartaal. Hoe lang had je jezelf de tijd gegeven? En dan is het stil. Dus dan weten ze dus eigenlijk niet wat de benchmark is, waartegen ze zichzelf aan het meten zijn. En dat is wel belangrijk. Want je, als jij zegt van ja, het duurt te lang, ja, vergeleken met wat? He, dus vergeleken met het piketpaaltje dat ik heb geslagen. Of vergeleken met mijn buurman, die het binnen drie maanden deed, en ik wil het ook binnen drie maanden. Mm -hmm. Nou, dan kun je uh, gaan sturen, kun je gaan kijken en kun je besluiten of je iets goed of slecht doet. Ja. Maar je kunt niet een conclusie trekken om te stoppen. En dat is ook waarom zoveel mensen zinloos doorgaan. Je kunt niet een conclusie trekken om te stoppen als je niet het piketpijltje hebt gezet tot hier en niet verder. Hè, dus is met gezondheid ook, maar het is met relaties ook. Ik zie ook heel veel mensen. Te lang in een negatieve uh, of in een. Uh, ja, gewoon een uh, toxische ja. relatie zitten. Omdat zij niet hebben gezegd. Tot hier en niet verder. Eh, dus als hij of zij drie keer over deze grens heen gaat. dan is voor mij de maat vol en dan ga ik weg. Dus als je dat nooit voor jezelf zegt. dan, de, dan ben je grenzeloos aan het leven. En dan kun je altijd doorgaan. Want je hebt geen grens gesteld. En die moet je echt zelf stellen. En daardoor ja, blijf je maar grenzeloos doorgaan. Ja, ja. Dus het is aan de ene kant heel erg grenzen stellen, maar aan de andere kant ook echt ervaring. Want ik bedoel, waar we het net over hadden, dat karakter bouwen. Je moet jezelf misschien ook de vraag stellen: voor, voor het idee dat ik heb, heb ik het karakter? Want misschien, bijvoorbeeld, daarom kan het gewoon langer duren. Want je hebt ja. misschien wel een heel goed idee. Maar je hebt misschien drie jaar nodig om dat karakter te krijgen, om dat idee uit te voeren. Terwijl jij, bijvoorbeeld, misschien al twintig jaar ervaring hebt. En na één maand of na drie maanden kan zeggen van oké. Okay, ik weet dat ik een karakter heb, maar dit idee werkt gewoon niet. Precies. Dus dat en Dat is ook een hele belangrijke. Dat is een hele belangrijke. En dat is ook waarom uh, je, je dus niet als externe persoon of als coach... daar een termijn aan kan hangen. Dat moet je in overleg of in samenspraak met die ander doen. Ja. Dus ik, wat ik dan wel doe, is bij die dame met de breiklub... dan zeg ik, hoeveel leden wil je? Twintig. Ik zeg, nou wij gaan voor dertig. En je krijgt uh, twee jaar de tijd van mij om te kijken of dat gaat lukken. Nou, als iemand dan na een jaar op twintig zit... Dan heeft hij eigenlijk zijn of haar doelen al bereikt. Dus uh, ik, ik vind dat wel een leuk spel. Uh, dus je prikkelt mensen wel en je daagt mensen wel uit. En dat moet je bij jezelf ook altijd doen. Ja. Maar uh, je moet wel een grens stellen. En ook als je jong bent, dan moet je dus of kunnen meten: ligt het nou aan het karakter of ligt het aan het idee? Ja. Nou, hoe ga jij meten of het aan het karakter ligt? Bijna niemand stelt zichzelf dan die vraag. Uh, hoe ga ik dat dan meten de komende tijd? Dus hoeveel tijd ga ik me nou geven om te bepalen of mijn karakter nou de reden is dat iets niet werkt, een idee niet werkt, of dat het het idee is? Nou, het makkelijkste is natuurlijk om eerst te kijken of het het idee is. Dat kun je vaak meten. En als dat niet is, is een nou, grote kans dat het karakter is. Ja. Uh, andersom is het vaak wat lastiger te meten. Hè? Want uh, hoe ga je je karakter meten? Uh, waar, waar meet je dat aan? Uh, misschien aan het aantal uren die je erin steekt, of het uh, uh, aantal negatieve gedachten die je erover hebt. Mm -hmm. uh, ja. Of misschien ja. bijvoorbeeld kijken bij concurrentie van oké. Okay, uh, wat doen zij? Hoe zien zij eruit? Hoe gedragen zij zich? Ja. Gedraag ik me ook zo? Of zit ik in ieder geval op hetzelfde niveau? Ik bedoel, iedereen is natuurlijk anders. Je gedragingen ja. zijn ook anders, maar je moet wel een bepaald niveau hebben om te con kunnen concurreren. Dus daar kan je misschien ook naar kijken. Van, oké, okay, ben ik daadwerkelijk op dat niveau? Of moet ik nog groeien om daar te komen? Ja, maar karakter zit in het kopje en daar kun je niet in kijken. Dus dat vind ik altijd wel een lastige, want wij zijn door uh, social media zo in de vergelijkingsmodus uh, geschoten als mens. Dus we zijn zo aan het vergelijken met anderen. Maar we kunnen niet in de kopie kijken, we kunnen niet in de, uh, op de bankrekening kijken. Uh, we, ja, dus, uh, we zien niet de privé-situatie. Dus we zien ook niet welke ellende iemand uh, wel of niet doorstaat. Sommige mensen hebben gewoon heel weinig ellende in hun leven en kunnen heel veel succes boeken als ondernemer. Hmm. Uh, andere mensen hebben heel veel ellende in hun leven en boeken hetzelfde succes. En dan heeft die laatste heeft natuurlijk wel iets meer karakter opgebouwd tegelijkertijd. He, dus ze hebben evenveel succes. Alleen de andere heeft meer karakter. Dus je kunt dan, dan zie je twee mensen die ogenschijnlijk naar, bu naar de buitenwereld toe hetzelfde uh, eruit zien. dezelfde gedragingen hebben, hetzelfde succes hebben. En toch kun je beter die ene uh, kopiëren qua gedachte, qua mindset, qua. Uh, hoe, hoe, hoe kijkt hij naar de wereld? Hoe, hoe kijkt hij naar zijn business? Dan die andere. Want die kan, en, en dat vind ik altijd interessant hè. Dus je hebt twee ondernemers die ongeveer een 100 miljoen uh, bedrijf hebben opgebouwd en dat allebei verkopen. En allebei beginnen ze een nieuw bedrijf. En de een faalt glansrijk. En de ander die slaagt als een, uh, en, dat lijkt, en dan lijkt het heel logisch dat die slaagt. Maar als je dan in die ander kijkt, dan denk je, waarom slaagt die dan niet? En dat heeft vaak met dit soort dingen te maken. Ja. Dus die hebben veel meer adversity. Dus veel meer tegenslagen uh, gehad in dat proces om van A naar B te komen. Ja. Of ze hebben gewoon een veel beter idee. Dus ze blijven gewoon met, met creativiteit ook dat tweede bedrijfsidee is weer een topidee. Dus ja, nogmaals karakter en uh, het idee gewoon, gewoon product-market-fit. Uh, dat gaat wel uh, het succes bepalen. Ja, precies. En de, dus fake it till you make it. Ik ben daar nooit zo van, want ik denk dan van ja, ik denk niet dat je met uh, doen alsof je rijk bent. Uh, succesvoller wordt. Ja, precies. Ik vind dat vooral een hele dure bezigheid. Ja, gaat je een heleboel geld kosten om dat uh, vol te houden, inderdaad. Ja. ja, maar inderdaad, er zijn dus twee dingen een beetje uh, haaks op elkaar. Aan de ene kant uh, moet je zeggen van je moet uh, geduld hebben met het proces en uh, groeien in wie je bent als persoon en als ondernemer, om dus van die fase 1 naar 2 naar 3 te gaan. Aan de andere kant, als het echt niet werkt, moet je het ook durven af te schieten. Ja. En dat, daar zit natuurlijk heel veel tussenin en dat is dus per persoon afhankelijk, maar. Ik denk over het algemeen is de valk al tegenwoordig wel een beetje dat iedereen binnen een half jaar of een jaar een, een, een winstgevend miljoenenbedrijf wil hebben. Ja. Wat in de praktijk gewoon vaak niet mogelijk is. Als je kijkt naar de, de ondernemer uh, om je heen. Of de ondernemers uit het netwerk hier. Of uit een businessclub hier ja. lokaal. Die ook niet per se uh, alles adverteren op Instagram. Ja, daar zie je natuurlijk hoe echt de realiteit is. En die Klopt. realiteit is vaak gewoon. 3, 4, 5, 6 jaar keihard rammen, dan ongeveer geld verdiend beginnen bij je eerste onderneming vaak. Ja. Nou ja, en, en volhouden en, en bouwen. En dan ga je naar die fase 2, 3. En dan heb je wat je zegt, ben je, wat jij al aangaf, ben je tegen die tijd, ben je een keer 40, 50, 60 ja. vaak. Ja. maar ja, wat je op Instagram ziet, is natuurlijk een complete tegenovergestelde wereld. Klopt. En uh, kijk, wat, wat ik wel vind, is dat als je in die eerste fase zit, je moet wel wat succesmomentjes hebben. En ik hou van een stijgende schaal. Dus uh, ik geloof niet zo in. Want, want mensen zeggen altijd, ja, je moet tegen tegenslagen kunnen. Maar als ik gewoon kijk naar alle ondernemers die ik in de afgelopen tien jaar heb begeleid. Uh, zie ik wel patronen terug in dat, uh, dat ze eerst twee klanten hadden. En toen drie. En toen ging het even terug naar twee en toen ging het naar vier. En toen ging het naar zes. En toen hadden ze even een tegenslagje van vier en toen ging het naar zeven. Maar als je kijkt naar een jaar, ze gingen altijd van twee naar vier, en altijd van vier naar zeven. Dus ze zagen dat er groei was, ook al was die minimaal. Maar ze zagen altijd van: het is mogelijk. Dus om, hè, wij hebben allebei een academy, of allemaal een academy die hier zitten. Stel je nou eens voor: je doet dit een jaar en je hebt tien leden in je academy dit jaar. En volgend jaar zijn het er acht. Dat vind ik een signaal dat je gewoon moet kappen. Voor mij is dat een signaal om te kappen. Heb je er twaalf, dan moet je jezelf de vraag stellen, oké, okay, hoe lang geef ik mezelf de tijd om in dit tempo te groeien en dat oké okay te vinden? Of moet ik volgend jaar, moet ik op de twintig zitten en niet op de veertien? Dus dan kun je veel specifieker voor jezelf aangeven, wat is de definitie van mijn voortgang? Vind ik dat ik goed bezig ben met, met dit idee of met dit bedrijf? Uh, of moet ik er gewoon mee stoppen? Of moet ik gewoon iets anders gaan doen? En dat is een mooi, mooie graadmeter. Hè? Dus, uh, en er moet wel potentie in zitten. Er moet groei in zitten. Er moet voortgang in zitten. Als jij merkt van oh, ik ben gewoon een tegenwind aan het proberen iets uh, naar de markt te brengen. Iets succesvol te maken. Ja, ik geloof daar niet zo in. Uh, dat, dat laat ik liever aan andere mensen over. Dus laat ja. die maar gewoon. Uh, disruptief werken, dus overal maar tegenin gaan en tien jaar knokken. En die, die zijn er wel, maar ik weet dat het slagingspercentage van zo'n zo bedrijf is zo laag, zo klein. Ja, ik ga, me da ga daar gewoon mijn tijd niet in steken. Nee. Dat, daar zijn andere mensen, die zijn misschien zo gek om tien jaar tegen de wind in te rennen. Ik geloof er gewoon in, als na één jaar niet een kans van, als ik na één jaar geen kans van slagen zie, kap ik er gewoon mee. Ga ik iets anders doen. En dat is ook wat ik tegen klanten hmm. vaak zeg: uh, waar wil je naartoe werken dit jaar? Oké, okay, dit jaar wil ik 10 klanten coachen. Of ik wil uh, 100 producten verkopen van, uh, van mijn uh, product of dienst. Oké, okay, nou dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat in stukjes hakken. En dan, gaan, dan hebben we dus vier keer een kans om het target te bepalen of we dat gaan redden. Nou, eerste kwartaal, 20. Dan zeg ik: oké, okay, eerste kwartaal. Nou, is niet slecht. Als we de volgende, volgende kwartaal 25 doen, dan 30, dan 35, dan 40, dan zijn we er. Nou, keer erop, 18. Oh ja, dan zit je op 38. Oeh, dan moeten we er dus nog uh, 62 hebben. Willen we dit jaar ons target gaan halen? Nou, meestal ergens in Q3 ga je zien van, oh, het, het, het gaat. Of het blijft uh, hetzelfde, of het wordt minder. En dan weet je al na drie kwartalen, dus niet een jaar, weet je al van ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Of, en dan kun je besluiten: of ik geef het nog een kans, dus ik ga nog een, een marketing iets proberen of ga nog iets proberen. En als dat niet werkt, ja, dan is dit het gewoon even niet. Dan is het niet. En dan kun je je altijd afvragen: lag het aan mijn leeftijd, lag het aan het idee, lag het aan de markt, lag het aan de timing? Ik vind het helemaal niet interessant. Het is niet voor nu, het is, het is niet voor mij. Uh, misschien later, maar niet nu. En dan gaat het idee weg. In de, uh, ik zeg altijd in de ideeënkast. Uh, die zit bomvol namelijk. En vervolgens pak je een nieuwe. Ja. Pak je een nieuwe uit de kast en dan ga je daarmee aan de bak. Ja, en dat is vaak de, de paradox van, ja, je wil, aan de ene kant moet je wel door de weerstand heen en uh, tegenslagen meemaken, maar aan de andere kant wil je ook niet uh, continu tegen de stroming in blijven roeien. En, uh, niet de signalen om je heen opvangen om maar gewoon door te blijven gaan ondanks dat er echt alles tegen zit of dat het gewoon niet werkt en nee eens en wat weet je wat het is met ondernemen ondernemen is eigenlijk niks Het succesvol ondernemen is niks meer dan meer doen van wat werkt bijvoorbeeld een startende ondernemersjournal hebben. Je kunt een startende uh, ondernemers-evenement hebben. Je kunt, uh, ja, je kunt al allemaal uh, mensen uitnodigen die uh, heel veel ervaring hebben met mensen die een bedrijf net opzetten en hoe ze dat zo snel mogelijk, zo goed mogelijk en zo succesvol mogelijk kunnen doen. Dus als, dus je kunt een heel vacuüm om die doelgroep uh, creëren. Meer van wat werkt en uh, dat, uh, dat zie je bij ondernemers die bijvoorbeeld heel veel uh, producten verkopen ook. Uh, dropshippers bijvoorbeeld. Dus ik heb niet zo heel veel met, met dropshipping. Maar ik vind de strategie die ze uitvoeren uh, briljant. Snap je? Je hebt tien uh, producten die test je met uh, 100 euro budget. Heb je 1000 euro uitgegeven. Er is er eentje die, altijd eentje die het beste doet. Nou, die andere negen doe je weg. En die ene, daar doe je meer van. Dan ga je de volgende 1000 euro in steken. Nou, dikke kans dat je daar dan meer van verkoopt. Omdat dat al werkte. Dus meer doen van wat werkt. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste, het belangrijkste focuspunt voor jou als ondernemer. Dus als ja. niks werkt, moet je kappen. Want wat ben je dan aan het doen? Je bent aan het kijken naar een idee wat niet werkt. Dus pak een idee dat wel, wel werkt. En dan is het dus net zo lang zoeken naar een idee dat wel werkt. En dan ga je er al in op. Dus uh, ik ben ook een fan van Homozi. En die zegt ook altijd: van ja, je kunt beter één idee tien jaar uitvoeren dan tien ideeën één jaar. Helemaal mee eens. Maar de nuance is wel: je moet wel eerst dat ene werkende idee hebben. voordat je er tien jaar in gaat steken. Ja. Want anders ben je tien jaar in iets wat niet werkt aan het steken. Ja, dan, heb, dan kun je geen 100.000 volgers krijgen mm. en miljoenen euro's omzetten. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar dat is inderdaad denk ik wel een valkuil wat veel mensen doen, die hebben dan één ding wat goed werkt. En die gaan dan dingen erbij doen. En de, die ja. gaan daar meer tijd in steken. Terwijl ze dan vergeten dat dat ene ding gewoon goed werkt, Klopt. en dat je beter daar alle tijd in kan steken. Grootste valkuil van een ondernemer, inclusief mezelf. Dus ja. Uh, ja. iedere ondernemer moet zich beseffen dat ondernemen gewoon super saai is. He, dus echt saai. Want meer doen van wat werkt is, ja, je gaat dus niks nieuws meer doen. Dat is saai. Ja. Uh, dus, en dat willen wij meestal niet. Wij willen gewoon weer een nieuw idee en dan reizen hmm. en weer... Hè, ondernemers houden van uh, chaos doen. en bruisendheid ja. Ja. En, en moeilijkheden en problemen dus oplossen. Juist, Daar houden we juist van. Juist als het werkt ben je geneigd om wat anders te gaan doen. Want Tuurlijk. Van, oh, hier is de spanning vanaf. En, en, en je wil die... Echt, ik kan gewoon hele boeken volschrijven... Met klanten die ik heb gehad. die gewoon een business versnaaid hebben. door alleen maar een nieuw idee te gaan doen. In plaats van gewoon te doen wat werkt. Ik heb echt. dat is onvoorstelbaar hoe vaak ik dat al heb gezien. En ook zelf bij mezelf heb ervaren. Van, oh, stop, Mark. Je hebt nu weer vijf business ideeën. die je aan het uitvoeren bent. Vier eruit, eentje blijven doen. Mm. He, dus mijn ondernemers, ondernemersleven. He, dus is echt. Meer dan tien jaar in de overlevingsfase geweest. Hmm. Ik ben eruit gekomen toen ik alle zijprojectjes heb gekild. en alleen maar all in ben gegaan op dat ene project. waar ik gewoon allang van wist dat, dat het het meeste kans van slaag had. Ja. Nou, namelijk die business consultancy. Maar het is ja. saai voor je gevoel dan. van... die. Ja, van en je ook... bent het ook na een paar jaar beu. en dan wil je iemand ja. anders dat, dat iemand anders gaat coachen. en je wilt altijd weer nieuwe dingen organiseren. en je wilt evenementen, en je wilt dit, en je wilt dat. En waarom wil je dat? Omdat je eigenlijk niet dat saaie uh, iedere dag hetzelfde verhaal wil doen. Ik wil echt niet iedere ochtend opstaan, naar mijn computer lopen, uh, Excel sheets pakken en die Excel cijfertjes allemaal door gaan nemen. Maar ik doe het wel iedere dag. Waarom? Omdat die cijfers uh, is wel de taal van ondernemerschap en ja. die zorgt er wel voor dat mijn bedrijven groeien. Dus dat is. En ik moet me daar iedere dag weer toe dwingen. Net zoals een koude douche, zeg maar. Maar dat het principe, dat is echt zo belangrijk. Gewoon meer doen van wat werkt. Ja. Dus als je jong bent, je hebt, en dat is, dat is voor jonge mensen dus nog lastiger. Die hebben zoveel ideeën, eh, waardoor eigenlijk vertroebeld wat werkt. Als jij meer dan twee ideeën gaat uitvoeren, kun jij niet meer split testen. Je kunt niet nee. meer zien wat er nou het beste werkt. Mm. Heel herkenbaar. Ja, <laughs> het ja, hele zeker. proces, altijd weer nieuwe dingen zoeken om dan te doen. En bijvoorbeeld wij ook. We hadden altijd het bedrijf met haardhout en dat liep in ja. principe goed. We hadden altijd te weinig voorraad in de winter. Ja. Maar toch vonden we dan dat het niet goed genoeg was als businessconcept. Dus gingen we andere dingen erbij doen, omdat ja. dat dan beter zou zijn. Zoals verkopen op bol.com, een andere webshop, ja. een ander product. Terwijl, ja, als je terugkijkt, hadden we beter alle tijd... dat Bedrijf, er dan nu uitgezien? Gewoon een, qua inschatting, ja, ja, dat had wel vijf keer zo groot zijn, denk ik. Ja, minimaal. Ja, ja. ja. En, en dat is wat ik altijd zo mis bij, uh, bij mensen dat ze dus ook dat niet en dus je weet het mm. en vervolgens ja, ga je gewoon weer verder met uh, weer een nieuw idee. Weer dit, mm. uh, dus we mm -hmm. weten waar het goud zit. Uh, het goud zit in hout, ja. uh, we mm. weten waar het goud zit en toch. Denken we, ja, maar... Ik weet het wel, maar ik ga toch eventjes kijken of ik ergens anders succesvol ja. in, in kan zijn. Ja. He, dus wat, wat iets seksier is, of wat we wat leuker vinden. Um, en ik kan jullie zeggen dat uh, er zijn de afgelopen uh, acht jaar dat ik uh, telkens één ding deed, zijn er heel veel dagen geweest dat dat niet hetgene was wat ik het allerliefste deed. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik deed het toch, omdat ik wist dat het me ging brengen waar ik op de lange termijn wil komen. En dat is vaak wat wij als ondernemer uh, doen. Wij doen korte termijn fijn. Dus we gaan op de korte termijn proberen dingen te doen die we tof vinden, die we leuk vinden. Maar op de lange termijn geeft dat ellende, dus lange termijn pijn. Want uh, op de lange termijn komen we dus niet waar we willen komen. Omdat we altijd maar al die kleine ideetjes uh, aan het doen zijn. Ja. Dus we zeggen heel veel ja op allemaal dingen die ons verder bij die grote ja uh, brengen. Ja. Uh, dus daar zit... Uh, focus is echt gewoon zo belangrijk in die overlevingsfase. Ja, en dan, dan loop je die fases ook door, want dan ga je dat ene dan bedrijf opschalen. Dan vlieg je die fase en dan door. Dan kom je in fase 2 en dan kom je uiteindelijk ook in fase 3. Ja. Maar anders blijf je met elk bedrijf weer opnieuw fase 1, deed het herbeleven. En dan is het een soort van never-ending story. Uh, eens, hè. Je, je draait in cirkeltjes. En wat doe je als je te lange cirkeltjes draait? Ja, dan wil je, dan wil je eigenlijk fase 2 tw en 3 gaan beleven. Ja. Dus dan doe je net alsof je iets aan het groeien is of je gaat investeren. Uh, maar ja, je hebt eigenlijk helemaal geen budget om te investeren. Want ja, we hebben het over uh, als je minder dan een ton omzet maakt. Uh, je bent blij als je alle rekeningen betaalt. Als je een beetje een buffertje hebt voor de zaak, uh, buffertje privé. Ja, dan zijn we er ongeveer wel. En dat bedoel ik niet denigrerend, maar het is wel zo. Ja, de, de bedraag, en je kunt nog steeds financieel vrij worden op die manier. Hè? Dus uh, je kunt echt wel gewoon met een paar honderd euro investeren. Zeker met, met jullie leeftijden kun je op de lange termijn financieel vrij worden. Maar uh, als je echt uh, die, die sportauto's en dat soort dingen uh, ambieert... Ja, dan, en je wilt dat eerder dan op je zeventigste... Ja, dan moet er toch wel even wat veranderen in je, in je manier van handelen als ondernemer. Dan moet je echt wel eventjes uh, gaan focussen. En... Uh, als je het niet wilt, is het ook prima. Hè? Want ik, ik heb helemaal niks tegen mensen die helemaal gelukkig uh, 20.000 euro per jaar omzetten. Die, die heb ik genoeg in mijn omgeving. Vind ik top mensen en die genieten. De kwaliteit van leven is goed. Dus daar vind ik verder helemaal niks van. Maar als je succes ambieert, ja dan moet je ook focussen. Dan moet je niet 15 ideeën uh, half doen. Ja, en als je dan eenmaal dat idee hebt gevonden, dus je hebt, je hebt meerdere dingen geprobeerd, je voelt iets van oké, okay, dit is echt het beste, dit gaat gewoon goed. Ja. Hoe zorg je ervan voor dat je dat, dat idee dan echt uit die struggelfase haalt en dat je het ook echt kan schalen en kan groeien? Ja, goede vraag. Dat is natuurlijk voor ieder bedrijf anders. Maar uh, in, in principe uh, moet je uh, is, is het in de meeste gevallen meer van dezelfde ideale klanten verzamelen. Dus. Heel, tot een ton kun je het vaak al met uh, partnerships en mond-op-mond -mond reclame. Je hebt eigenlijk nog geen echte marketingstrategie nodig. Hè? Dus vaak gaan mensen al veel te vroeg, net als met investeren, dat ze dat te vroeg doen. In een business gaan ze ook veel te vroeg al euro's uitgeven aan, uh, aan marketingstrategieën. Uh, Terwijl ik denk: van ja, uh, je hebt hier nou tien mensen. Vraag even aan, aan die tien mensen die al klant zijn: waarom zijn ze nou klant geworden? Als al die tien mensen uh, iemand aanbrengen. Um, als je er twintig hebt, ga je eens kijken hoe kan ik er 40 van maken. Dus het, het is vaak de wet van de getallen uh, tot een ton om te kijken: van oké, okay, hoe kan ik nou meer van diezelfde doelgroep krijgen? En het grappige is, Facebook doet eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus als je gaat adverteren, uh, het grootste onderdeel wat, wat succes brengt bij al die marketingstrategieën. Is jij hebt jouw klantenkring en zij gaan kijken, kunnen we in, in het land nog mensen vinden die daarop lijken? Uh, dus dat kun je in het begin in het klein gewoon zelf doen. En daarna worden de getallen groter en dan heb je heel veel baat bij een marketingbureau uh, of bij een marketingstrategie. Ja. Maar tot die ton wil je eerst eens gewoon testen, oké, okay, klopt die hele klantreis wel? Want marketing is een kraan openzetten. En zo gauw als jij uh, nog steeds aan het dwijlen bent om alle, alles wat al uh, druppelt om dat uh, goed opgemopt te krijgen, en jij gaat een kraan openzetten, ja, dat is dweilen met de kraan open, met de spreekwoordelijke kraan open. Dus dat hou je niet bij. Dus je wilt eerst dat alle lekken, alle gaten gedicht zijn in je onderneming, dat uh, als iemand op jouw website komt, dat die weet wat hij moet doen. Als hij uh, dan die handeling heeft verricht, dat dat goed wordt opgepakt. En dat hij vervolgens uh, een tevreden klant wordt. En dat deelt met de wereld. Dat zijn het, gewoon allemaal systemen die je in moet stellen in je bedrijf. En dat doe je in die worstelfase, in die overlevingsfase. Hmm. Zo gauw als die systemen allemaal goed ingesteld zijn. Hè, dus je hebt een systeem voor uh, mensen die nog geen klant zijn. Dus hmm. voor leads. Je hebt een systeem voor mensen die klant zijn geworden voor klanten voor de uitvoering, de levering. Dus je kunt heel goed zijn in het krijgen van nieuwe klanten, maar als het bijvoorbeeld een week duurt voordat mensen mijn boeken krijgen, ja, dan gaan zij niet een review achterlaten dat ze heel blij zijn met de levering of ja. met de klantenservice. Dus je wilt, dus dan heb je al twee systemen die lek zijn. Dus je moet van voren naar achter werken met die systemen en zorgen dat je ziet van, oké, okay, ik, ik ga hier nu een lead hebben, die wordt klant. Oké, okay, hoe gaan we die zo goed mogelijk een klantbeleving geven? Oké, okay, dan is die klant geweest, dan gaan we ervoor zorgen dat die die ervaring deelt, want dan krijgen we weer meer klanten. En dus dan krijgen we een goede reputatie en krijgen we meer klanten. Als die drie systemen staan, en dan, kun je, dan kun je de kraan openzetten. Ja. Uh, en dan gaan er als die kraan heel hard open wordt gezet, dus je hebt heel veel leads. Dan gaat er ergens scheurtjes ontstaan. En dan moet je dat weer fixen. Ja. En dat is de, de fase 2. Het, 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 het fixen van al die scheurtjes. Hmm. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Je, je moet voorkomen dat het stuk gaat in fase 2. Dus de cashflow moet goed draaien. Je moet zorgen dat mensen op tijd betalen. Je moet zorgen dat de levering goed is. En dat mensen tevreden zijn nou, dat het ook delen. En vaak zijn mensen super tevreden over je bedrijf. Maar heb je helemaal geen systeem om reviews achter te laten. Je doet helemaal geen klantcases. Je, 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 hè? Dus uh, als jij in de, in de uh, educatiebusiness zit... wil je natuurlijk op je website allemaal video's van mensen... die helemaal lyrisch zijn over jouw cursus of over jouw academy. Uh, dat kun je pas doen als je klanten hebt. Ja. Dus je ziet al, van achter, achter naar voren werken. Je kunt dat, klanten, uh, dat uh, fansysteem niet maken als je geen klanten hebt. Nou, je kunt de uitvoering van de klanten niet goed fixen ja. als je geen leads hebt. Dus, uh, dus je moet altijd van voren naar achter werken. Mm. En dan gaat er altijd iets verkeerd. Dat klopt, dan gaat er iets stuk. En dat ga je fixen. Dat is ondernemen. Dus van 0 naar 100.000 euro. is zorgen dat je een goed hebt nagedacht over hoe krijg ik nou een hemelsnaam klanten. Uh, de meeste mensen hebben per toeval klanten gekregen. Hè? Dus uh, ik vroeg het jou ook wel eens. Hè? Oké, okay, hoe ben je aan klanten gekomen? Ja, podcast denk ik. Okay. Uh, wie is je ideale klant? Of wie zijn je klanten? Ja, dat zijn zachte ondernemers. Oké, okay, mooi. Als ze klant zijn, hoe vaak hebben ze al gedeeld, sinds ze klant zijn, wat ze van jou vinden? Dus hebben ze feedback aan jou jullie gegeven? Hebben ze feedback aan de wereld gegeven, wat ze ervan vinden? Uh, hebben ze het op, video, heb je het op video vastgelegd? Of op audio of in een review? Dat zijn allemaal In een uh, zaaltje te zitten met mensen die roepen dat je met vastgoed of met crypto financieel vrij kunt worden. Dat is veel sexyer. Uh, maar ik, ik focus dan liever op die saaie dingen die jou brengen waar je wilt komen. En uh, dat is niet een heel hip, uh, hip uh, uh, pitch om te geven, maar wel een succesvolle pitch. Ja. Dus het uh, ja. ja. is wel het eerlijke verhaal hoe het echt. Uh... Mekaar steken. Ja, ik zeg niet dat andere mensen liegen. Mm. Het is al alleen dat uh, het, het spreekt wat meer tot de verbeelding. En daarom zullen er meer mensen naartoe gaan en makkelijker mensen ja op zeggen mm. dan bij mij bijvoorbeeld. Wat ik helemaal oké okay vind. Ja, maar dit is wel. Die volgorde is gewoon heel belangrijk. Want je ziet ja. wel van, kijk, tuurlijk, er zijn mensen die behalen zonder volgorde. Maar dat is vaak gewoon geluk. Ja. Want voor diezelfde persoon zijn er misschien honderd anderen die het niet behalen. Ja. Maar als je naar deze volgorde gaat kijken, dan wordt het ook heel erg behapbaar. En dan besef je ook van, oké, okay, het is niet allemaal gewoon maar fancy marketing doen. Nee, er zit echt een volgorde aan. Zeker. Als je die eerste onderdelen niet goed hebt, dan is dat fundament niet goed. En dan zal het huis ook niet goed worden. nee eens. Dus dat is wel echt een hele belangrijke. En dat is denk ik wel wat je tegenwoordig gewoon heel vaak overstaat. Omdat je ziet altijd die fancy dingen ja. en die blijven in je hoofd zitten. Terwijl die saaie dingen, waarvan je eigenlijk weet dat je ze moet doen... die blijven niet in je hoofd zitten. Nee, klopt. En uh, wat ik uh, in mijn bu business consultancy tijd... Uh, werkt we altijd met 100-dagen-plannen. Ik doe het nauwelijks nog steeds wel uh, regelmatig... maar uh, bij, bij een bedrijf, bij een ondernemer... heeft het iets meer functie dan bij een investeerder. Uh, die 100-dagen-plannen, daar zat een doelstelling bij. En daar zat uh, een proces bij. Dus je had drie processen die je moest uitvoeren... om je doel te bereiken. Mochten er ook twee zijn, maar daar gaat het even niet om. Vaak had ik dan een ondernemer die aan het einde van het kwartaal... dan maakten we de balans op... en dan was die trots... Dat hij zijn doel had bereikt. Tuurlijk, hè, als ondernemer ben je trots als je je, uh, je je targets haalt. Als je je kerncijfer haalt in, in, bij ons uh, dan. Um, maar als ik dan vroeg aan hem: weet je nu hoe je aan deze omzet of aan deze klanten bent gekomen? Uh, dus met andere woorden, heb je het proces gevolgd? Dan zei hij: nee, het proces heb ik niet gevolgd, maar ik heb wel mijn doel bereikt. En dan werd dat altijd een beetje weggeschoven. Ja, dat heb ik niet gedaan. Met andere woorden, ja, wat jij zegt, dat werkt niet. Um, maar ik werd er altijd een beetje chagrijnig van. Want dan heb je dus niet voorspelbaar een succes behaald. Dus je hebt dus niet dankzij het proces een succes behaald, maar dankzij geluk. Mm. En een ondernemer kan niet op geluk afgaan. Je, je mag het in je, achter, in je rugzak stoppen, je mag er blij mee zijn. Hè? Factor geluk is heel belangrijk in ondernemerschap. Maar je wilt daarnaast dat jij processen in werking hebt die voorspelbaar. Een resultaat in je bedrijf veroorzaken. Dus je wilt, ik heb drie uur in content posten gestoken en dat heeft me vier nieuwe leads opgeleverd, bijvoorbeeld. Ja, veel te weinig, maar gewoon als voorbeeld. En die vier leads, die hebben tijdens salesgesprekken geleid tot twee klanten. Dus ik heb een conversie, een salespercentage van 50 Als je die cijfers weet, en dan zijn we weer, sturen op cijfers, dan kun je iets voorspelbaar laten groeien. Hè, dus het is nooit 100% voorspelbaar, maar je kunt gaan zien van, oké, okay, waar schuurt het nou? Uh, oké, okay, mijn conversiepercentage met mijn salesgesprek is omlaag gegaan. Of, hé, hey, ik heb in plaats van uh, vier leads, heb ik nou nog maar twee leads gekregen, uh, terwijl ik drie uur uh, aan die post heb geschreven. Uh, dan kun je gaan kijken, oh, had ik wel drie uur aan die post geschreven? Nee, ik had het haast, dus ik heb maar een kwartier gedaan over die post. Je weet meteen, oké, okay, kwartier moet dus weer drie uur worden. En dan weet je dat de rest ook voorspelbaar weer betere resultaten gaat opleveren. Dan kun je voorspelbaar groeien in jouw bedrijf. Kun je voorspelbaar succes creëren in je bedrijf. Ja. Niet met geluk. Dus ik, ik heb wel eens ondernemers gehad die hadden, ieder kwartaal hadden ze geluk. En dan liet ik ze los na een jaar. En dan gingen ze het zelf doen. En dan werd het één grote puinzooi. Dat lag niet aan mij, maar het lag aan het feit dat het geluk op was. Mm. Dus zonder die structuur ben je eigenlijk gewoon stuurloos. Omdat je, gewoon, ja. je weet niet waar je kan bijsturen. Je weet niet dat het wel goed gaat. Je weet ook niet waar het aan ligt. Nee. Dus dan ga je maar gokken. En dan heb je misschien een keer geluk. Ja. Maar dan kun je het nergens aan toeschrijven. Ja, dan, dan wordt ondernemen ongeveer hetzelfde. als al je geld in uh, de nieuwste altcoins steken. Ja. Je hebt geen idee. En misschien wordt het een succes. En misschien wordt het helemaal niks. Hmm. Maar het ligt niet aan jou, Jij, het ligt uit jouw handen. En ik hou altijd van een stukje controle als ondernemer. Dus ik wil het wel kunnen sturen. Hmm. En je kunt, als ondernemer kun je vooral sturen op cijfers en op mensen. Ja. En op systemen. Ja. Ja. Ja, wat, wat wij ook vaak heel vaak wel merken als dat je dan uh, met een uh, 100-dagen-plan gaat werken of je gaat echt doelen voor een, uh, voor een kwartaal zetten, dat je dan heel mooi dat helemaal uitdenkt van we gaan uh, deze KPI's en we gaan deze acties ondernemen. En dan zit je echt twee of drie weken erin of vier weken. En dan kom je erachter dat je plan eigenlijk helemaal niet echt werkt zoals je had gedacht. Of dat hey. bijvoorbeeld een bepaalde actie niet het resultaat oplevert. Klopt. En dat is vaak wel het lastige. Dat je dan eigenlijk weer een beetje moet terugkomen op je plan. Van oké, okay, we hadden gezegd dit kwartaal dit te gaan doen. Dan is het vaak de, het gevaar dat je, dan, uh, dat je het dan weer een beetje loslaat. Omdat je gewoon merkt van hé, hey, het gaat helemaal niet zoals we verwacht hadden. Of ja. we hebben iets gepland, maar het gaat anders. Ja, klopt. En, en dan en, laat uh, je het los. En dan moet je eigenlijk weer. Nee, wat je eigenlijk oppakken. moet doen. En het wordt eigenlijk, moet je sowieso weglaten, De, wat je moet doen als je een 100-dagen-plan maakt 100 dagen uitvoeren. Dus iemand die roept na twee weken, ja, het gaat toch anders dan ik had gedacht. Wat gaat er anders? Ja, uh, we hebben uh, minder uitwerking van wat we hadden gehoopt in deze twee weken. Oké, okay, maar wat zegt dat over die andere tien weken? Helemaal niks. Dus je moet het twaalf weken doen. En dan kun je na twaalf weken, hoe irritant dat ook is, omdat je na week twee het waarschijnlijk al gezien had. Na twaalf weken de conclusie trekken dit was het niet. Waarom moet je toch die twaalf weken doen? Omdat je dan voldoende pijn hebt verzameld, dat je de volgende keer gewoon een beter plan maakt. Um, ik merk te vaak dat mensen zeggen: Ja, uh, ik heb een nieuw plan gemaakt, zeggen ze dan na drie weken. Want ja, het werkte toch niet helemaal zoals wij gedacht hadden. Ik zeg nee. Terug naar het oude plan. Twaalf weken lang toch datgene doen waar jij van denkt, nee, dit, dit gaat, het gaat hem niet worden, maar ik ga toch iedere. Ik ga me toch aan die processen houden. Ik ga gewoon twaalf weken lang me toch aan die processen houden. En het stomme is, 9 van de 10 keer, uh, want die tiende keer heb je gelijk, dan uh, werkt het echt niet. Maar 9 van de 10 keer spreek ik iemand na twee weken en dan, of uh, 2, 12 weken, en dan zegt hij. Ja, ik dacht na week drie echt dat het niks zou worden. Maar ik ben blij dat ik het heb volgehouden. Want nu begin ik de resultaten ervan te zien. En we gaan het nog eens honderd dagen doen. En ja. dan is het knopje om. En snappen ze het systeem. Dan snappen ze dat, dat doorzetten. Het gaat niet om het resultaat. We zijn zo gefocust op het resultaat. Je moet een proces volgen. Want je hebt nu dus. Als je na twee weken pivot. Uh, heb je dus niet de. processpier ontwikkeld. Je bent nog steeds. de resultaatspier aan het ontwikkelen. Alleen maar. Die processpier ontwikkelt, brouw je karakter op. En dat ga je de volgende twaalf weken weer doen. Het gaat dus niet om dat resultaat. Ik heb liever dat je jaarlang fucking slechte resultaten haalt. Maar iedere dag als een beest dat proces volgt. Want dan heb je een spier ontwikkeld. Zo, als je dan één plan hebt dat wel werkt, nou ben je onverslaanbaar. En dan heb je een jaartje een mentale. Of een, uh, een, uh, een karakterspier gebouwd, die je voor de rest van je leven ga je daar profijt van hebben. Ja, dus ja. zo voorkom je ook dat je die taken waarvan je weet dat je ze moet doen, maar die misschien ja. wel saai zijn, dat je die weer gaat aan de kant gaat zetten voor fancy taken waar je. Ja, van exact. Denkt van, oh, als we nu dit gaan doen, als we nu bijvoorbeeld een event gaan organiseren, ja. dan gaat het in één keer hard. Terwijl je misschien eigenlijk gewoon drie sales calls per dag moet doen. Ja, want wat nog erger is dan uh, het plan loslaten, is een, uh, of, of een nieuw plan maken, is het plan helemaal loslaten. Ja. Ja. He, dus dat je dan denkt, oh dan de komende negen weken. Doen we maar gewoon wat. Ja, en dan ja. hopen we dat er iets van komt. Nee, je hebt een plan. Voer het plan uit. Een, een slecht plan dat goed wordt uitgevoerd, heeft meer kans slagen om succes te krijgen dan een goed plan dat slecht uitgevoerd ja. wordt. Of niet uitgevoerd, ja, dan ben je helemaal kansloos. Ja. Mm -hmm. En we kennen al die quotes wel. Hè? We zien het allemaal zoveel om ons heen. En daarom luisteren we er niet meer naar. We zijn er helemaal immuun voor geworden. Voor al die uh, dingen die echt waarheden als een koe zijn. Uh, een 100 dagen plan is een 100 dagen plan. Is geen 14 dagen en we zien wel wat het wordt, plan. Dus een 100 dagen plan is precies dat wat het is. We gaan dat doen. En dan moet je voor jezelf heel street en een beetje autistisch in zijn om dat gewoon bam bam bam. Processen uit te voeren. En dan kijk je één keer per week naar het cijfer. Oké, okay, volgende week weer kijken naar het cijfer. Mag een week lang mag jij van jezelf niet naar het kerncijfer kijken. Gewoon proces volgen. En na een week heb je gekeken, oh ja, we zijn er nog niet. En weer door. Mm. Je moet echt als een maloot, als een halve debiel... moet je dat gewoon doen. Uh, en dat je echt af en toe... Ik heb dat gevoel ook af en toe, dat ik denk... Jeetje Mark, je weet toch gewoon dat dit niet gaat werken? En toch doen. Mm. En dan na twaalf weken mag ik van mezelf... pas de conclusie trekken, nee, was hem niet. Ja. Want dan heb ik zoveel pijn, ellende en frustratie opgebouwd... Dat ik eventjes wat strategischer ga nadenken over mijn volgende plan. En weet, je blijft waarschijnlijk 40 jaar van je leven, of misschien nog wel langer ondernemer. Dat zijn 160, 100 dagen plannen. Dus je hebt nog wel een paar kansen als je deze versnaait. Dus geef jezelf ook gewoon uh, de ruimte om gewoon voldoende pijn te verzamelen. zodat die volgende beter wordt. En uh, ja, dat is gewoon heel waardevol als je dus beseft: ik moet pijn lijden. Uh, om het dadelijk beter te doen. En wij willen die pijn voorkomen. en dan weer allemaal weer toffe dingen gaan doen. Maar dan krijgen we dus nooit dat karakter. dat ervoor zorgt dat we medogeloos gewoon taakjes uitvoeren die we niet tof vinden. En dat is de sleutel tot uh, verder komen. Tot groei, tot, uh, tot succes. Uh, wat, wat dat ook mag uh, ja, zijn voor jou. Langdurig succes in plaats ja. van gewoon korte termijn geluk. Ja, het is een beetje als. Uh, ik weet niet of, of jullie dat kennen, poppers. Uh, dat was in de party-scene in, in mijn tijd, hadden ja. uh, bepaalde uh, groepen hadden uh, poppers. En dan ja, volgens mij snuif je het. En dan uh, voel je je 17 seconden helemaal uh, te wauwie. Uh, en daarna is het weg. En dan heb je ook een down. Dus je hebt ook, daarna voel je een uur kloten. Dus je hebt. 30 seconden, 15 seconden, ik weet niet hoe lang het duurt. Uh, voel je heel goed. En daarna heb je 60 keer zo lang voel je je slecht. Dus, en dat is dus ook wat wij als ondernemers vaak doen. Wij voelen ons 60 seconden goed. Hè, dus we doen iets wat we tof vinden. En daarna hebben we uh, een heel uur waar we ons gewoon ruk voelen over het feit dat we dat gedaan hebben. Hmm. Ja, ja. Uh, dus ja, daar moeten we uit, die cyclus. Je moet ja. uit die spiraal. En dus. Uh, liever die korte termijn al die saaie dingen doen en zien dat andere mensen allemaal leuke dingen aan het doen zijn. Want dat is het ook. Hè? We, zien dat, we zien tegenwoordig zoveel, Dan had ik het met jou over. Hè? Twintig jaar geleden hadden we hotmail. En dat was het. We hadden geen telefoon, we hadden geen WhatsApp, we hadden mm. geen social media. De enige mensen waar ik me mee kon vergelijken, waren de jongens op mijn voetbalveldje of uh, mijn collega's van mijn studentenbaan. En voor de rest verder kon ik niet kijken, zeg maar. Ja, je kon magazines kijken, maar ja, ik, had, ik heb niet zoveel met mensen die op een, uh, op, op een voorpagina staan. Dus die blaadjes gingen altijd weg. Nou, de enige waar ik me mee vergeleek was degene die net een stapje beter was in voetbal. Die net uh, een, een euro meer verdiende uh, in mijn vakantiebaantje. Snap je? Dus ik had geen jongens van 27. Of 22 die uh, met een Lamborghini voor, uh, voor een Mansion stonden. Dat, dat had ik niet. Dus uh, voor mij was het ook gewoon makkelijker om me niet te vergelijken met andere mensen. Dus ik snap dat het voor jullie uh, jonge gasten lastig is. Maar uh, je moet het je er toch voor afsluiten. Hoe dan ook. Ik ook. Ik ben er ook gevoelig voor. Dus daarom kijk ik geen Instagram voordat ik mijn werk af heb. Dus ik wil eerst mijn werk af hebben. En daarna ga ik pas uh, mijn telefoon pakken om eens een keer te kijken wie die mooie Ferrari of Porsche of uh, Mansion uh, heeft, waar die voor staat. Ja. Um, Want ik vind het. het Trek toch? Snap je het is niet zo? Ik, ik zal nooit zeggen dat, het, dat ik het niet interessant vind of dat ik uh, er niet naar kijk. Mm. Uh, ik kijk er wel naar, maar wel op het juiste moment. Ja. Ja, het en hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld? Je hebt natuurlijk uh, als we het hebben over dure auto's en dat soort dingen. Mensen doen dat ook om ja, met je personal brand op te bouwen, succes ja. uit te stralen, omdat dat dan ook weer succes aantrekt. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? naar? Dat, heeft dat nut of, of is, kan dat je ook juist heel erg tegen gaan werken? Nou, het heeft zeker nut en het helpt. Hè? Dus het is met alle vormen van marketing en, bouwen, en, marketing en branding, dus het bouwen van je merk. Uh, je moet je altijd voordat je zoiets gaat doen afvragen, hoe, hoe wil jij bekend staan? Dus waar wil jij mee geassocieerd worden? Wil jij geassocieerd worden met uh, een bepaald uh, bepaalde auto? Of wil je geassocieerd worden met een bepaald huis, of met een bepaald bedrijf, of met uh, een bepaald karakter. He, dus daar moet je altijd over nadenken. En ik vind het een niet beter dan het ander. He, dus als jij uh, het, het gaaf vindt om jouw auto te laten zien op social media. En je huis te laten zien, en je gezin, en je uh, laat zien dat je een privéjet hebt, of dat je heel vaak... Ja, doe het by all means. Hè? Dus ik kan daar van alles van vinden, maar ik, uh, dat, is, dat is helemaal niet relevant. Uiteindelijk is, uh, is dat waar jij voor kiest, en als het bij jou past, is het helemaal top moet je niks aan veranderen. Ik kies voor een andere manier. Dus ik kies ervoor om juist een beetje dat tegenhanger te zijn. Een beetje het saaien, uh, een t-shirtje aandoen en geen uh, strakke bloesjes. Uh, ik kies ervoor om uh, geen auto's of geen huizen te laten zien. We, bij ons zul je niet de, de vakanties uh, zien. Mijn gezin komt niet in beeld. Uh, dat zijn gewoon persoonlijke keuzes. Dus ik kom dan een beetje over als de huisvader of, of, of een hè? Dus als degene die het een beetje op de saaie manier wil doen of uh, die langdradig is, die hele lange antwoorden geeft. En dat is hoe ik het ook gewoon wil. Dus mm. hoe ik ook gewoon graag uh, bekend sta. Uh, dat mensen een keer kunnen lachen en zeggen: hé, hey, hij stelde één vraag en uh, een half uur lang is de podcast gevuld. Uh, ja, dat is gewoon. Ik vind dat prima. Ik weet het van mezelf, helemaal oké. Okay. Dus. Als jij je personal brand wil bouwen, doe dat op jouw manier. Ja. Waar jij voor staat, met jouw normen en kernwaarden. En uh, ik heb ervoor gekozen om, om het op deze manier te doen. En als een ander dat op een andere manier doet, be my guest. Ik zit altijd een leven en laat laten leven. Dus als jij uh, het op jouw manier doet, helemaal top, ga ik jou niet lopen, basje. Uh, als jij mijn manier gaat lopen, basje, vind ik het een beetje kansloos, want ik doe het bij jou ook niet. Ja. Dus uh, ja, dat is een beetje zoals ik. Uh, dus het is gewoon kijk. heel belangrijk dat je echt kijkt van past het erbij. Want ik bedoel, je kan wel uh, over een bepaald onderwerp praten en dan altijd een dure auto rijden. Maar misschien past dat juist helemaal niet. En misschien is het juist zoiets wat. Hey, als jouw jij de bespaarcoach goed... bent, ja. bijvoorbeeld. Of je, zit, uh, uh, je bent een, een leider van de fire community. Uh, Financial independent uh, retire early. Mm. Ja, dan moet je dus niet uh, een Ferrari laten zien. Of je moet er een knijtergoed verhaal bij hebben. Hè. Dus ik, ik volg uh, Mr. Money Mustache. Ik weet niet of jullie die, die kennen. Dat is een, uh, een blog van een Amerikaanse gast. Het is anoniem. Maar die uh, is uh, met, uh, dat is echt een fire uh, dude, dus die is met uh, vanuit loondienst met heel veel, uh, met heel zuinig leven en heel veel geld opzij zetten in indexfondsen, is hij uh, financieel vrij geworden. Toen, daar is hij een blog over gaan schrijven. En hij was altijd de doet Dus hij, hij was altijd slim in hoe kun je daar geld besparen en dit. En we rijden een twintig jaar oude auto. En uh, hij, hij schreef er heel open over, maar je ziet hem nooit. Dus uh, hij is niet zichtbaar. Um, en ik zit op zijn mailinglijst. Afgelopen mail las ik dus dat hij een Tesla i had gekocht. Nou, dat is volgens mij een auto van een ton. Um, en hij legde dat helemaal uit waarom hij. Die... Hij was zich helemaal aan het verantwoorden. Van waarom gaat Mo... Mr. Money Mustache nou die auto kopen. Hij liet dat heel. hij had dat echt een blog van nou, ik denk uh, 10.000 woorden. He dat is een derde van mijn boek, zeg maar. Uh, had hij helemaal gewijd. Aan helemaal uitstippelen uh, waarom hij dat had gedaan. Een gezin met uh, vier kinderen, dus een van de weinige auto's die zeven man kon herbergen, hmm. elektrisch en ze konden gratis laden, want ze hadden de zonnepanelen en ze woonden in een gebied. Dus had dat helemaal uitgelegd en uitgerekend uh, uh, dat het eigenlijk gewoon voordeliger was dan die oude uh, Buick die hij had uh, en beter voor het milieu, waar hij voor stond. Dus hij ging heel zijn normen en, en waarden uh, delen. Uh, dus dat vond ik heel mooi, want toen dacht ik van ja, dus jij hebt heel goed nagedacht. Over hoe je gezien wilt worden, hoe jouw brand moet zijn, hoe je persoonlijke merk moet zijn. En dat vind ik eigenlijk de belangrijkste, het belangrijkste principe. Dus als je, je moet gewoon goed nadenken over jouw reputatie. Dus ik zeg heel vaak tegen mensen: reputatie is alles. En voor mij, ik neem heel vaak besluiten die me of heel veel geld kosten, of die niet zo populair zijn, gewoon omdat ik uh, daarmee mijn reputatie. Wat ik doe voor werk uh, of in het dagelijks leven of hoe ik mijn week uh, doorbreng. Uh, dat vind ik veel belangrijker. Uh, want dat is het leven. Uh, die ervaringen. Het leven is ervaren. Mm -hmm. En als je toffe ervaringen hebt met leuke mensen en je ervaart heel veel liefde, zowel in het geven als in het ontvangen, ben ik klaar. Uh, dan heb ik het spel uitgespeeld. En dat ervaar ik op dit moment. Dus dat wil ik niet stuk maken. Ik wil geen haat krijgen van mensen omdat mijn reputatie uh, gewoon niet goed is. Ja, eigenlijk als ik jou zo hoor, dan heb je gewoon een heel groot reflectief vermogen. En is dat denk ik ook heel belangrijk als ondernemer, maar ook als persoon zijnde. Hoe kunnen mensen die luisteren zorgen dat je, dat je daar ook naartoe groeit, naar zo'n groot reflectief vermogen? Of dat je in ieder geval dagelijks reflecteert om op deze lessen te komen? Ja, mooie. Uh, We hebben hem hier voor ons uh, liggen, de journal. Uh, ik geloof daar wel in. Dus uh, je hoeft het niet per se op papier te zetten. Sommige mensen gaan heel goed op notities, zeg maar, op hun telefoon. Maar ik wil, uh, wat, ik wil altijd dat uh, mensen, en dat, ik doe het zelf op dagelijkse basis, wat ze denken voor hun neus een keer zien. Op, uh, op periodieke basis. En dat de een doet het dagelijks, de andere doet het één keer per maand, de andere doet het misschien twee keer per jaar. Dus het, het is ook niet goed of slecht. Hè? Ik heb een vriend die uh, keihard werkt, 60 man personeel heeft. Uh, die doet het misschien één keer per jaar. En dan zegt hij: uh, Mark, ik heb, uh, ik heb weer eens goed nagedacht en ik heb uh, op papier gezet. Nou, dat is voor mij al voldoende. Dan denk ik: ja, dan ben je goed bezig. Uh, dus je, je moet gewoon in je leven je gedachten voor je neus zien. Dus dan moet het al uitgeschreven of getypt zijn. Uh, of gedoedeld. Hoe, maakt me niet zoveel uit. Maar dat geeft ervoor dat je. Eigenlijk ziet wat je denkt. En dat geeft een diepere laag aan, uh, aan hoe je door het leven heen gaat. En daardoor leer je reflecteren. Dus uh, reflecteren leer je niet door jezelf te dwingen om iedere avond uh, terug te denken over hoe was mijn dag, hoe, hoe kan ik hem beter doen. Dat is wel een tool die je kunt gebruiken en die kan heel waardevol zijn. Maar dan gaan we het alweer over tool. Die zijn uh, al drie jaar ieder dag aan het opschrijven hoe ze hun dag 1% beter kunnen ma maken morgen. Ja, en ze schrijven maar wat op en ze doen er geen reet mee. Ja, dat, dan heeft het dus geen nut voor jou. Dan moet je iets anders verzinnen. En dan moet je dus weer gaan kijken, nou wat is het dan voor mij? Is het dan één keer per maand of is het één keer per jaar? Is het überhaupt wel de frequentie of is het de intentie? Mm. Dus moet ik ochtends even teruglezen wat ik had opgeschreven, uh, omdat ik het ochtends gewoon vergeten ben. Of moet ik mezelf in een meditatie vier keer per dag herinneren aan het belangrijkste voor die dag? Uh, hoe je het doet, maakt me gereed uit. Dat je het moet doen om een beter reflectief vermogen te krijgen, dat staat als een paal boven water. Ja. Dus je moet gewoon vaker naar jezelf luisteren en daar iets van vinden. Mm. Dus dit is eigenlijk ook weer een bepaalde structuur opzetten aan de hand van, oké, okay, wat werkt voor jou? Dus je gaat een hele hoop dingen proberen. Je komt één ding tegen wat misschien voor jou goed werkt. Ja. Zet daar die structuur op en bouw daar alles omheen. Eigenlijk wat we net ook alweer besproken hebben met ondernemerschap. Ja, helemaal mee eens. Ja. Mm -hmm. Dus uh, ik denk altijd in, in systemen en oplossingen en structuren, omdat uh, die zet je één keer op en dan hoef je er niet meer over na te denken. En als het niet voor je werkt, haal je ze eruit. Ja. Doe je iets nieuws. Ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Ook bij jou, eigenlijk in alle processen, kijk je gewoon wat er werkt. Ook bij anderen en bij jezelf. En daar maak je een systeem van en dat automatiseer je helemaal. Of dat systeem zet je helemaal op poten en dan kun je het ook weer, weer loslaten En zo doe je dat eigenlijk met alle aspecten van je leven. Met uh, financiën, uh, de cashflow, dus het, uh, het beleggen. En ook met, uh, met ja. persoonlijke groei of ontwikkeling. Ja, ja. Ik, ik ga daar goed op. Maar nogmaals, misschien werkt dat bij een ander helemaal niet. Nee, het is net nee. de manier waarop ja. je denkt en hoe je, hoe je in elkaar maar zet Mijn natuurlijk. brein zit gewoon in hokjes en systemen. Ja. Uh, dus ik zet ook iedereen in hokjes. En ik denk, denk overal van oh ja, dat is zo'n type ondernemer, of dat is zo'n type uh, werknemer, of zo'n karaktermens. Of zon vrouw, zon man. Ja, dat, dat, dat zit er bij mij gewoon in. En een ander die heeft dat veel meer open of vloeiender lopen, ja. Ja, die zal dan ook wat andere dingen moeten gaan uh, ontdekken. Wat, wat goed past. Ja. Dus, mm -hmm. dus ik had iemand die uh, ging iedere drie maanden op stilte -retreat. En daar, die schreef nooit wat op, maar die zag gewoon de woorden voor zich. Nou, geweldig. Dus die zag gewoon wat ze dacht in woorden tijdens die meditaties voor zich. Dus die schreef het mentaal op. Ja. En dan las ze het terug. En dan was ze tien dagen verder. En dan was ze herboren. Mm. Dan kon ze er weer drie maanden tegenaan. Ja, zo heeft iedereen gewoon weer een eigen manier van reflecteren of ja. dingen doen. Ja. Ja. En we hebben nu de eerste fase best wel goed beschreven en ook wel de systemen best wel helder. Dan heb je nog eigenlijk de laatste fase. Denk ik een fase waar een hele hoop mensen niet zullen komen, maar wat wel ook een hele interessante fase kan zijn. Ja. Hoe, uh, hoe zit die fase in elkaar? Ja, na, na de groeifase heb je de uh, prepensioen of pensioenfase, hoe, hoe je het wilt noemen. Uh, dat is eigenlijk een teken dat het bedrijf heel goed draait en dat het misschien wel zonder jou kan draaien. En dat jij misschien ook wel beu bent. He, dus dat, Dit is niet helemaal vast Maar het is wel zo, ja, je, je bent door de groeifase heen. Je hebt niet mega-targets van ja, volgens jou wil ik naar 2 miljoen en het jaar erop. Nee, je bent eigenlijk tevreden met waar je staat. Maar je wilt het ook niet stuk laten gaan. Maar je, wil, je merkt gewoon van, ja, ik, mijn energie is op. Kan bijvoorbeeld ook een gevoel zijn. He. Dat hoor ik vaak ondernemers zeggen. Ja, ik heb er nu vijf jaar keihard aan getrokken, aan die groei. Nou mag iemand anders het doen. Dus dan zetten ze of een operationeel manager erin, of een directeur, of ze verkopen het bedrijf. Dus dat is vaak die derde fase. En ja, inderdaad, het kan zijn dat je voor altijd in die tweede fase blijft. Als dus je altijd blijft op zoek gaan naar groei en waar kan ik het beter doen en fine tunen, dan ja, kom je misschien niet helemaal als jij die energie erin houdt uh, in die derde fase. Dus de, het is ook niet een level of zo. Het is ook niet dat je, als je in level 3 komt, dat je dan beter bent dan level 2 of 1. Zo zie ik het totaal niet. Maar het is wel zo: je hebt gewoon levensfases en je kunt daarin komen. Uh, en uh, in die laatste fase uh, ga je vaker wat meer om je heen kijken. Dus ga je kijken: van ja, kan ik het niet, kan ik niet wat meer ruimte nemen in mijn dagen? Uh, kan ik daar niet iets anders voor mee doen met die tijd? Kan ik een nieuwe skill gaan leren? Kan ik een nieuw bedrijf opzetten? Kan ik gaan investeren? Uh, en dat is vaak de fase waar Koper. Dat kan ook. Best wel wat klanten van mij hebben uiteindelijk hun bedrijf verkocht. Omdat ze merkten van ja, ik kan er wel een directeur in zetten of een manager. Maar in mijn achterhoofd ben ik er toch altijd mee bezig. En als, het, uh, als er iets aan de hand is, dan spring ik er toch weer in. Dus ik heb er ook wel last van. Uh, het is een luxe probleem, hè? laten we dat even voorop stellen. Want als je gewoon een gezond bedrijf hebt dat jou iedere maand geld geeft en ieder jaar nog extra winst, moet je, moeten we niet mopperen, maar ja, uh, emotioneel gezien kan het heel anders voelen. En kun je ervan af willen. op een gegeven moment. Dan kun je zeggen: van, Nou, het, het is, mijn werk zit erop. Mm. Dus ik verkoop het. Nou, in die fase ga je, weer heel, ga je jezelf weer helemaal opnieuw ontdekken. Dus in, in de verkoopfase ga je jezelf al ontdekken. En vervolgens, als het bedrijf verkocht is. of je hebt een operationeel directeur erin. en je, en je werkweek, je agenda is leeg. dan val je dus letterlijk in een zwart gat. En die, dat gat moet gevuld worden. Die agenda moet namelijk weer gevuld worden. En dat klinkt heel raar, hè? Want anderen, ik, ik spreek ook wel als mensen die met pensioen zijn en die zeggen, ja, hoezo agenda gevuld worden? Je moet er gewoon genieten. Ik zeg nee. Je, uh, je kunt ook je agenda vullen met genieten. Maar uh, de wet van Murphy is gewoon dat jouw tijd vult zich als een vacuüm. En als jij hem niet vult, gaan andere mensen hem voor je vullen. En dat zie je heel vaak bij gepensioneerden. Hè? Dus die zijn de hele week zijn die druk. Met allerlei zaken die ze niet komen helpen met klussen. Hé, hey, wij gaan sporten, ga je mee. Dus die zijn van alles aan het doen. De hele week is vol en ze hebben het hartstikke druk dat ze geen tijd meer hebben voor de dingen die ze eigenlijk leuk vinden. Of voor hun familie of voor hmm. hun vrienden. Dus dat is heel bijzonder. Uh, dus het is heel belangrijk dat je die fase uh, goed vult met, uh, met dingen die jij hebt gekozen. Of uh, dat je die agenda gewoon goed vult. Uh, en, dus dat is met jouw agenda en jouw nieuwe levensbestemming. En aan de andere kant heb je ook gewoon een zak met geld als je het goed hebt gedaan. Uh, of je nou doorgaat met het bedrijf of het bedrijf verkoopt. Uh, je hebt gewoon winsten. En of het nou verkoopwinst is of bedrijfswinst. Je hebt gewoon je salaris en je hebt winst. En daar wil je dan iets mee, want je denkt van ja, ik kan ook wel die holding uh, blijven spekken. Uh, met anderhalf procent uh, bij, uh, bij de Rabo of, of welke bank je dan ook hebt, um, maar je kunt het ook wel wat slimmer wegzetten. Nodig. En dat is vaak waar ik uh, met klanten naar kijk: van oké, okay, je hebt nou een, uh, een, een bedrijf waar je eigenlijk klaar bent, uh, ga je het verkopen of blijf je erin. Zo gauw als ik mensen help om uh, cashflow te genereren met dat vermogen, vaak. Uh, ...komen ze tot de conclusie van... Ja, ...ik heb het bedrijf niet meer nodig. Gaan ze kijken hoe ze het bedrijf kunnen afstoten. Mm. Dus ik ben vaak ook niet voor het personeel de beste persoon... ...om, uh, om de eigenaar uh, te helpen. Want dan raken ze vaak hun baas kwijt. Uh, want die denkt van... Ja, ...ik heb dit bedrijf niet meer nodig als vehikel... ...om mijn, ja, in mijn levensonderhoud te voorzien. Dus gaan we die uh, overdragen. Want dan heb ik nog een grotere zak met geld... En dan kan ik dat ook nog eens uh, wegzetten. Dan hoef ik helemaal niet meer uh, me druk te maken. Nee. Uh, dus dat is dan die laatste fase. En ik help natuurlijk mensen met die uh, investeringen. Ik werk altijd mensen die met de verkoop van zo'n bedrijf uh, helpen. Dat is niet mijn uh, tak van sport. Ik kan er wel een nuttige dingen over zeggen, maar ik ga het niet zelf doen. Ik ga niet aan de onderhandelingstafel zitten. Daar zijn andere mensen veel beter in. Um, en als je aanblijft, ga ik altijd kijken van hoe kun je dat nou zo slim mogelijk doen. Dus dat je um, ja, wel je uren gewoon goed verdeelt. En dat je de taken ook goed overdraagt aan mensen die dat goed genoeg kunnen. Ja. Dus uh, vaak heb je mensen die nog in het bedrijf bijvoorbeeld aan het behandelen zijn, als therapeut. Of ze zijn nog uh, onderhoud aan het doen als ze bijvoorbeeld een technisch onderhoudbedrijf uh, uh, hebben. Uh, dus dan, dan moet je dus jezelf vervangen. En vervolgens moet je je, ja, je uren weer gaan vullen. Mm. Uh, en als je dat doet. En ja, dan blijf je gelukkig uh, of uh, een gebrek aan kwaliteit creëert in je bedrijf, word je ongelukkig. En als jij uh, leegte creëert in je agenda, word je ook ongelukkig. Want je hebt altijd gerend. Dus je kent die verhalen vast wel, van die mensen die 40 jaar gewerkt hebben met pensioen gaan en dan een hartaanval krijgen. Uh, ja, dat is dat mechanisme natuurlijk. Ja. Dus wij mensen zijn gewoon gewoontedieren. dieren. Als jij je agenda een keer, een keer leeg maakt, gaat ons oerbrein helemaal in paniek raken. Nou, doe dat maar dag in dag uit uh, uh, een, een jaar. En ik denk dat je er een jaar niet vol maakt. Want die creëert gewoon zoveel pijn en onrust in jouw lijf ja, dat je letterlijk eraan kapot gaat. Hmm. Maar dus in die zin ook, dat investeren wordt eigenlijk door de fase heen steeds belangrijker en interessanter. Want in het ja. begin ben je gewoon keihard aan het werk voor je bedrijf. Maar op een gegeven moment kom je op een punt meer rust in je bedrijf... kan je misschien al wat kleine investeringen ernaast doen... om daar ook al wat inkomen mee op te bouwen. Maar je ja. wil nog steeds focussen op de groei. En in die laatste fase, wanneer je, je bedrijf dus verkoopt... Ja, dan wordt het ook echt interessant en ook belangrijk... want je hebt ja, een hele het bak laatst. geld. En ja, je hebt gewoon inflatie, je hebt gewoon kosten. Dus als jij niet investeert in die laatste fase... dan zal je langzaam je geld weer slinken. Maar, kijk, voor, Laten we vooropstellen dat voor iedere fase... is het belangrijk om iets te investeren. Hmm. Dus het is niet zo dat het niet belangrijk is voor iemand die uh, in de overlevingsfase zit. Maar het is wel zo, als het geld er staat, dan heb je een acuut probleem. Hè, dus het is een beetje het verschil tussen uh, uh, welvaartsziekte of een blinde darmontsteking. Die is acuut, daar moet je nu een oplossing voor verzinnen. Die welvaartsziekte ja, kun je heel lang nog fout doen en dan kun je nog herstellen en dat komt wel goed. Uh, en zo zie ik dat met investeren ook. Hè. Dus als je 40 jaar de tijd hebt, kun je heel veel fouten maken. Kun je met kleine bedragen hele gekke dingen doen. Uh, maar zo gauw als jij in één keer 2 miljoen of 4 miljoen of 10 miljoen op je rekening hebt staan, ja, dan moeten we eventjes gaan opletten. Hè. dan ja. moeten we even gaan zorgen dat het behoud wordt en niet meer groei. En dat we gaan kijken naar hoe kunnen we nou uh, de kwaliteit van het geld wel aan het werk zetten. En daar de vruchten van plukken. Dus je gaat alleen maar de vruchten van, het, uh, van de inleg plukken. En niet meer uh, willen compounden. Of uh, dat, uh, dat bedrag minder laten worden. Of daar risico mee nemen. Een mm, hele andere manier van investeren. Een hele alsof. andere manier van investeren. Dus iemand die 500 euro per maand heeft om te investeren. Die zal een ander cashflow systeem opzetten. Dan iemand die met mij, bij mij komt. En die zegt: Hé, hey, ik heb een zak met 4 miljoen. Wat gaan we doen? Ja. Dat is een hele andere manier van focus. Van uh, Risicoanalyse, uh, uh, besluiten die je neemt, uh, looptijden, uh, met mensen die je praat. Je komt in een heel ander speelveld terecht. Uh, die komen in één keer in de 5 ton plus investeringen terecht, die een ander soort rendementen opleveren, maar ook een ander soort uh, risicoprofiel hebben. Want er zitten best wel wat garanties onder bij uh, sommige projecten, andere zitten nul garantie onder. Daar moeten ze dus ook wel eens aan wennen. Dat je dus ergens vijf ton in kunt steken met nul zekerheid. Nou, dan, uh, dat is best wel lastig als je altijd met, met 7000 euro per, per maand hebt geleefd. Uh, want dan denk je, oh wacht eens even, daar moest ik een jaar voor werken. Mm. Uh, Zo'n groot bedrag aan één partij toe te vertrouwen, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus ik heb heel veel mentale uh, gesprekken met mensen die meer vermogen hebben. En ik heb veel meer strategische gesprekken met mensen die wat minder vermogen hebben. Of die een, een maandelijkse uh, uh, plaatje hebben. Ja, dat is gewoon heel erg kijken wat er uh, in dat geval dan bij de situatie past en wat iemand ja. nodig heeft. En dat is wel mooi dat je ook die ervaring natuurlijk uit het verleden kan meenemen. En dus ook kan, kan kijken van, oh, heeft iemand misschien juist nog iets meer begeleiding nodig in hoe die het bedrijf uh, nou voor omgeeft. Ja. Of daar nog meer afstand uh, zelf van kan nemen of uit de operatie gaat. Of gaat het ja. echt meer om, ik wil gewoon uh, een bak geld uh, ergens bestallen en uh, zoveel uh, inkomsten hebben, zodat ik cashflow heb om ja. echt definitief met pensioen, pensioen te gaan. Dus afhankelijk van de fase. Maar ja, klopt. Wel en ik help wel interessant voornamelijk was, uh, mensen in die laatste fase. Ja. Ja. Maar ik heb echt wel klanten in fase 1 en 2 die wat willen met investeren. Ja. En die help ik natuurlijk ook met liefde en plezier. Uh, maar uh, uh, en dan als ze met de investeerders gaan praten, uh, en ze zijn ondernemers, dat zijn ze bijna allemaal, dan help ik ze met de glimlach natuurlijk om uh, ook de uitleg van die fases, hoe ga je daar nou heen. Eh, want dat, die ervaring heb ik wel, dus die kan ik ook gewoon blijven delen. Ja. Uh, dus dat is wel heel leuk dat het veel, veelal ondernemers zijn. Want dan kun je ze toch helpen om ook uh, dat ondernemerspelletje uh, beter en slimmer te spelen. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is een mooi, uh, ik denk mooi, mooi werk ook om te doen. En ook uh, ga voor je, je netwerk in die zin ook inzetten. Want ja, dat is natuurlijk bepaalde fondsen of uh, investeringsmogelijkheden zijn helemaal niet echt toegankelijk voor particuliere beleggers. Uh, natuurlijk nee. Vaak. Dus dat is ook, uh, ook een ding. Van, allemaal, als je zomaar uh, begint met investeren, dan ja, waar moet je überhaupt heen met je geld. Of hoe, ja. Ja, welke fondsen kun je dan, kun je dan vinden? En wat zijn de mogelijkheden? Dus ik denk dat daar ook, uh, ook wel vraag naar is in die zin. Om mensen van ja te kijken wat de opties zijn en hoe je dan bij die betere fondsen terechtkomt, die, ja. uh, die je niet uh, eventjes zo uh, via de Rabobank bijvoorbeeld kan, uh, nee. kan benaderen. Ja, om te beginnen is het super tof om te doen, hè. dus uh, dat, dat wil ik wel echt benoemen. Uh, en de snelste manier om toegang te krijgen tot die fondsen is gewoon heel veel geld hebben. Uh, dat, is, dat is de vaak de makkelijkste en snelste manier om daar toegang toe te krijgen, omdat ze vaak een minimale uh, inbreng hebben. Uh, maar los daarvan ben ik wel continu op zoek ook naar partijen die wel de retail uh, klanten mogen benaderen. Dus die bijvoorbeeld vanaf 10.000 euro of misschien 5.000 euro wel ook klanten mogen aannemen. Maar de meeste van uh, bedrijven mogen dat alleen doen omdat jij dus wel vermogend bent. Dus dan moet je minimaal een ton eigen vermogen hebben. Of je moet een aantal uh, formuliertjes schrijven. Van oké, okay, ik heb dit zelf besloten. Er is niemand die mij geadviseerd heeft. Of ik heb juist van deze financiële adviseur advies gehad. En die zei dat het goed was. En die staat voor dit product in. Uh, maar ja, die bedrijven timmeren zichzelf dan wel uh, goed uh, in. Uh, goed dicht. Op het moment dat uh, een particulier erin gaat. Want zo gauw als jij meer dan een miljoen eigen vermogen hebt. dan word je in een ander uh, categorietje geplaatst in het financiële wereldje. Bij de bank ook hè. dan gaat ineens een private bank mee. Educated investor, zeg maar. Dus een, uh, een high net worth investor, beter gezegd. Educated is iemand die wel uh, een cursus heeft gedaan. Uh, maar een high net worth investor, die valt in een andere categorie. En die mag dus ook ander soorten producten aanschaffen. En die kunnen dus vaak, dat is niet een garantie, maar vaak hebben die een hoger rendement dan uh, wat er gemiddeld in de markt gebeurt. Dus je moet het zo zien: als je nu met moeite zes, tussen de 6 en de 8 procent rendement kunt halen. dan kunnen dat soort uh, fondsen kunnen tussen de 8 en de 15 procent. Er zijn er die meer kunnen. realistisch is. Want dan hebben we vaak geld gegeven aan bedrijven die daar 40% rendement mee maken. En dan zijn we weer terug bij het begin van ons gesprek. Maar ja, de beste investering is vaak in bedrijven. Als die bedrijven keer 10 of keer 20 kunnen gaan met hun, uh, met hun uh, inleg. Hè, dus jou, je steekt een ton in je bedrijf en je kunt er uh, een miljoen van maken. Nou, ja, dat is een prima investering. En dan kun je als bedrijf, als je geld leent, hè, dus als je een ton leent en je weet dat je er een miljoen van kunt maken kun je best wel wat rendement beloven aan iemand waar je het geld van leent. Hè? Je kunt zelfs 100% rendement vragen of gegeven uh, aanbieden. En dan nog ga jij keer negen. Of uh, ja, keer acht, zeg maar. Dus uh, in feite is, ja, moet je dat juist goed uitrekenen en goed uh, doornemen. En dan zie je vaak dat dat soort uh, leningen, uh, obligaties heet dat vaak... Um, Bedrijfsleningen, dat dat best wel lucratieve dingen kunnen zijn. Of dat je geld uitleent aan hedgefundbedrijven. Dus bedrijven die eigenlijk vrij makkelijk uh, veel geld met jouw geld kunnen maken. Nou, zij kunnen bijvoorbeeld 30% maken. Ze geven jou gegarandeerd vast 10%. Nou, dan kunnen zij behoorlijk wat klappen opvangen. Uh, uh, die, en, en alles boven de 10% is voor hun. Dus zij zijn ook blij met jou. Uh, jij bent blij, want je hebt een vast rendement. Nou, dat zijn prima uh, samenwerkingen, zeg maar, voor ja, als je wat, wat vermogender bent. Uh, voor een onderdeel, hè? dus dat ga je niet met al je geld doen, maar voor een deel van je portfolio zou je dat kunnen doen. En voor de rest zie ik vaak dat mensen die vermogend zijn, die gaan dan toch in, in, in ETF's of in, uh, 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 in vastgoed heel veel zitten. Um, Zet het, maar, maar wat je nu ook veel meer gaat krijgen, is dat mensen gewoon een rekensom maken en denken, nou, ik zet het wel op een spaardeposito. Uh, als ik naar Renault Bank ga, dan krijg ik 4% als ik het een jaar vastzet. Uh, ik hoef geen box 3 heffing te betalen of 0,35%. Dus ik heb gewoon uh, netto uh, bijna uh, 3,7%. Uh, dat vind ik prima op mijn uh, miljoen euro. Uh, ja. Zet je het gewoon op een spaarrekening? Mm -hmm. dat, hè, dus rentenieren kan dus uh, bijna weer. Uh, ik heb klanten die uh, ja, echt meerdere miljoenen op een spaardeposito hebben staan. Die krijgen meer dan 4% rente. Ja, die krijgen gewoon iedere maand 5000 euro uh, gestort van een, van een bank. Mm. Ja, uh, prima deal. Het ja. enige wat je dan wel hebt, is dat je boven je ton depositogarantiestelsel zit. Dus als die bank omvalt, heb je wel een groot probleem. Krijg je een ton terug, alsjeblieft. Mm -hmm. En hoe, hoe werkt dat qua belasting dan? Want je had het net over box 3, dat dat dan, uh, wordt dat dan anders, uh, anders belast Ja, je hebt twee uh, uh, systemen zeg maar, in, uh, in je vermogensbelasting uh, uh, in Nederland. Uh, ik ben geen fiscalist, hè, dus laten we dat even vooropstellen. Maar uh, ik snap wel hoe, hoe de boxen in elkaar steken. En uh, bij box 3 is het zo, ze maken een onderscheid tussen sparen en beleggen. Vroeger was het zo, hè, dus twee jaar, twee jaar terug... Hadden ze maar één systeem en dan was het zo: tot een ton gaan we ervan uit dat je spaart. Boven een ton uh, ja, gaan we ervan uit dat je gaat leggen en dan hebben we heb, heb een fictief rendement daarvoor. Uh, dus ook als dat geld gewoon op een spaarrekening stond. Nou, daar is een rechtszaak over geweest. Uh, die mensen hebben dat gewonnen, dus moest er een nieuw belastingstelsel komen. Nou, dat hebben ze gedaan met, uh, uh, met de nieuwe Box 3-regeling. En uh, ze gaan straks toewerken naar. Uh, Belasting op echt rendementen. Dus ze kijken straks gewoon, krijg jij 4% spaarrente, moet je daar een derde van afdragen naar de fiscus. Uh, heb jij 12% rendement gehaald met jouw investeringen, een derde naar de fiscus. Dat is waar ze uiteindelijk naartoe willen werken. Uh, maar dat is blijkbaar heel lastig. Dus dat kan nog wel vijf jaar duren. Ja, precies. Uh, nu hebben ze een tussenoplossing. En die tussenoplossing is, hé, hey, we gaan sparen, anders belasten dan beleggen. Sparen belasten we tegen een fictief rendement. Uh, en dat volgens mij is het 0,35% wat je dan uh, zou moeten afdragen. Uh, of wat het fictieve rendement is, 0,35%. En daar moet je dan uit mijn hoofd 32% uh, belasting over betalen. Dus je hebt een ton op je rekening, je krijgt 350 euro uh, rente uh, volgens de fiscus. Je krijgt meer tegenwoordig. Uh, maar van die 350 euro moet je dan dus uh, 32% belasting betalen. Volgend jaar wordt het 36%, dus het wordt uh, alweer 4% hoger. Uh, en het fictieve rendement op beleggen is nu 6,17%. Dus ook als jij vastgoed hebt dat maar 4% netto uh, rendeert, moet jij gewoon 32% over een fictief rendement van 6,17% belasting betalen. Dat is ook waarom uh, Vastgoed Nederland uh, op zijn achterste poten staat. Want uh, die halen vaak die 6% helemaal niet. Uh, met alle nieuwe wet en regelgeving van Hugo. Um, dus, um, dus vaak gaan mensen ook op zoek naar dingen die meer rendement uh, opleveren. En dan komen ze vaak ook bij mij terecht en bij andere uh, partijen. die dus uh, ja, die alternatieve investeringen uh, ja. uh, uitleggen. Ja. Um, dus bij spaargeld is het zo. ook als jij 4% krijgt, fictief rendement: 0,35. Ja, dat is een behoorlijk verschil. En daar betaal je maar een derde van. Dus je betaalt maar een twaalfde van je reële rendement. Uh, als het 4% is. Aan, uh, aan de fiscus. Dus dan uh, is het best wel interessant om te sparen. Dan mm. interessant, ja. Zo ja. zie je altijd weer verschuivingen. En als het één weer lastiger wordt. dan komen er ja. ergens wel weer andere opties uh, naar voren. Ja. Plus, als iemand nu 4% netto overhoudt aan zijn vastgoed. en ja. hij kan al die panden gewoon verkopen. en zet het op een spaarrekening. en heeft geen huurders. Hij heeft geen lekkages. Hij hoeft geen verbouwingen te doen. Dat ja. is dus wat je nou ook ziet. Soms maak ik gewoon met klanten de rekensom. En dan zeg ik oké, okay, jouw gemiddelde netto rendement is 3,6%. Als je nou, nou al je geld verdeelt over deze 12 Europese banken. Dan heb jij 4% rendement, heb jij geen kopzorgen. Krijg ja. je gewoon iedere maand je rendement gestort. Dan heb je cashflow. Ja, Maar heb je wel. Alles in een asset zitten die eigenlijk niks waard is, die wij waard maken, zeg maar. Bijvoorbeeld, als je huizen hebt, dan ja. heb je altijd onderliggende waarde. Ja, klopt. Dus stel je voor dat er echt een keer wat ergens gebeurt, dan kan alles in één keer poef weg zijn. Helemaal mee. Eens. Dus uh, dat is ook... is ook weer spreiding daarin, misschien dat je ja. denkt van: oké. Okay, de dus de oplossing is ook niet alles in, uh, op je spaarrekening zetten. Nee. <laughs> nee. Dus dat, dat wil ik ook niet zeggen, maar, het is wel maar ik wil het als, als anekdote en als voorbeeld wel meegeven dat uh, soms is... Kan, dus in sommige tijden kan sparen gewoon heel gunstig zijn. Ja. Als de inflatie laag is, hij is lager dan 2%. En je krijgt 6. Ik, ik weet dat we. we hadden, toen ik kind was, hadden we zilvervlootrekening. rekening. Volgens mij kreeg mijn vader daar 9 of 10% rente op. Per jaar. Ja. En dan ga je wel sparen voor je kind hoor. Mm. Nul risico. Alles op de spaarrekening. En de inflatie was lager dan 2%. Ja. Top deal. Maar als jij, net zoals nu, Net zoals vorig jaar was de inflatie, het echte is een inflatiecijfer volgens mij 16,9. Als ik naar de prijzen in de supermarkt kijk en ik vul mijn boodschappenmandje, is die 50%. Uh, dus in die tijden wil jij niet sparen. Dus kun je wel denken van, oh ja, ik kan daar 4% krijgen, dat is gunstiger. Nee. Kijk, als je huis minder waard wordt en uh, het wordt sneller minder waard dan de euro... Ja, dan kun je sparen overwegen ja. voor een, een jaar. En dan zie je dat die huizen minder waard zijn geworden. Stop je dat geld weer in huis, heb je weer een asset, snap je? Dus dat is wel strategisch blijven doen. Is dat wel zo verstandig? Wat roept de massa en kunnen we niet gewoon iets anders doen? He, want iedereen zegt ja. Het, ik, ik riep drie jaar geleden al dat cash trash is. En dat cashflow wel, wel belangrijk is. Maar dat cash trash is. Ja, inmiddels roept iedereen cash is trash. En ik denk van nou, volgens mij is cash op dit moment eventjes wat minder trash. Uh, en is het helemaal oké okay om wat cash reserves aan te houden? Uh, goud uh, zag ik ook gewoon een mooi dipje maken. Dan denk ik ja, stel je had nou voor uh, drie maanden geleden goud gekocht. Dan ja, was je niet zo heel blij geweest nu. Dus. Uh, dan had je meer gehad dan die 4% rente. Dus je moet al, altijd een beetje intelligent blijven rondkijken. En niet zomaar uh, een, 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 een quote van iemand uh, drie jaar lang voorwaar aannemen... en vervolgens daarmee aan, uh, uh, gaan handelen. Mm. Dat is gewoon heel onhandig. Ja, ja, zeker. Ook hier weer gewoon echt reflecteren, kijken wat goed gaat... en uh, bijsturen waar nodig. Ja, gewoon evolueren, continu. Ja. Uh, en het hoeft niet dagelijks, uh, geen paniekvoetbal... Maar één keer per maand, één keer per kwartaal, is het heel handig om gewoon naar je portfolio te kijken, naar de markt te kijken en te denken: van oh, misschien doe ik er verstandig aan om mijn liquide assets niet in uh, dollars te hebben, maar het gewoon in een euro-spaarrekening te zetten. Ja, precies. Of mijn bitcoin is nou zo 30% gestegen in een week. Ja, ja. misschien. Hè, uh, afhankelijk van je strategie. Hè? Ik, ik ben meer van, ik hou het vast. Meer sentiment uh, met mijn investeringen dan uh, dat ik echt de krant lees. Ja, ja dat is dus ook heel belangrijk. De ja. markt goed in de gaten houden. Maar ja. we hebben een hele hoop uh, onderwerpen geraakt, volgens mij. De hele cyclus van het, van het ondernemen. Ook die uh, drie stadia. Ik denk dat dat wel een hele mooie is ook voor uh, ondernemers om te gaan reflecteren van uh, waar zit ik nu ja. Waar ben ik mee bezig. Uh, ja, hoe kan ik echt ook uh, concrete acties ondernemen met die 90 dagen plannen? En voorkom ik dat ik. ...continu hetzelfde blijft doen of uh, dingen blijft doen die, uh, die niet werken. Ja. En we hebben het nog afgesloten met een mooi stukje cashflow... ...en, uh, en investeren, wat eigenlijk is waar jij nu uh, het meeste mee bezig bent. Maar het is natuurlijk mooi om het ook weer uh, even op de ondernemer uh, te betrekken. En ik denk dat er een hele waardevolle lessen in zitten. Dus uh, bedankt voor... Uh, ik denk dat het uh, zowel voor de beginnende ondernemer als iemand die al wat, wat verder is en op zoek is naar alternatieven uh, voor zijn geld uh, uh, mooie, mooie onderwerpen waren. En uh, ik vond het wederom uh, leuk om hier te zijn, dus uh, dank daarvoor. Ja, super, wij vonden het ook tof. De laatste vraag die we altijd stellen is, als er één tip is die jij uh, wil meegeven aan de, aan de luisteraar, wat zou jouw, uh, momenteel jouw meest waardevolle tip of uh, advies zijn wat jij uh, de afgelopen tijd hebt, uh, hebt opgedaan? Ja, wat ik het belangrijkste vind, is dat je uh, als ondernemer en investeerder focust op cashflow. Uh, dus dat je zorgt dat die cijfers gewoon goed kloppen. Uh, omdat, en, en nodig, omdat we in het westen wonen. Maar op een onbewoond eiland heb je echt helemaal geen knoop aan cashflow. Dus uh, die re dat realisme heb ik natuurlijk ook wel. Uh, zorg er wel voor dat je geniet en dat je je omringt met, uh, met toffe mensen. Uh, en zolang je dat doet, dan uh, is dat eigenlijk de belangrijkste tip. Ja, ja prachtig. Ik vind een hele mooie afsluiter inderdaad om daarop terug te komen. Dat uh, geld en cashflow is niet uh, helemaal de holy grail. Het is natuurlijk heel mooi uh, om te hebben en uh, heel fijn ook in onze huidige maatschappij. Maar het gaat inderdaad om uh, de mensen om je heen, de verbindingen ja. die je aangaat... En, uh, Denk ook de groei die je doormaakt en een stukje zingeving wat je uit dingen haalt. Dus, uh, Zeker. En dus dat uiteindelijk... vergeten we nog wel eens, hè? ja, heel vaak. Ja. Maar ga maar eens een keer op een eiland uh, zitten waar uh, geen wifi is. Uh, dus ik was uh, vorige week in, uh, in Egypte uh, en dan zaten, zaten, waren we met een bootje naar zo'n uh, eilandje gegaan waar echt niks is. En dan zit je daar. En dan, als je daar dan echt over na gaat denken, dan denk je, ja, ik heb niks aan mijn geld, ik heb niks aan mijn spullen. Het enige wat ik nu heb is mijn gezin dat hier bij me zit. En dan ben je klaar, snap je? Dan heb je, heb je echt het leven uitgespeeld. Mm. In, in, wat mij betreft. Gewoon je dierbaren om je heen. Uh, je hebt zon. Je hebt, je hebt te eten en te drinken. En je hebt een hele mooie blauwe zee voor je neus. Nou, ik, ik vond dat, dat, dat het mooiste besef. Hè, dus we zijn de hele week aan het rennen. Uh, allemaal uh, business en investeren, allemaal leuk. Maar uiteindelijk draait het daarom. Ja. ja, dat vergeten we nog wel eens uh, ja. onderweg. En uiteindelijk denk ik ook om uh, de persoon die je wordt. Want je kunt niks meenemen in ja, als je, alles kan je eigenlijk afgenomen worden. Ja. Behalve je ervaringen en wie je bent geworden als persoon. En ja, hoe je mentaal in elkaar steekt en uh, hoe jij omgaat met tegenslagen en uh, wie jij bent uh, als karakter zijnde. Dus klopt dat, uh, de meest Maar aan de andere kant, als je zijn. de hele dag alleen maar op zonne eiland zit, ja, wie ben je dan? Hè? Dus wij wij ja. proberen natuurlijk wel een identiteit, een karakter en uh, zingeving te bouwen. Dus het is niet zinloos wat we doen. Maar ergens is het is niet nodig. zeg maar. Nee, nee, nee. nee. Ja. Wat, ja, wat heb je daar nog nodig als je daar dan zit? Hè? Wat heb, heb je er dan nog aan? Je bent binnen deze kaders ben je misschien heel ja, succesvol. Speer. Of heb je heel erg. Nee, ja, ja, ja. Ja. Heb je ja. veel meer aan? Ja. 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 Hele mooie. Ja. Wijze les om mee af te sluiten. Mark we vond het weer super tof om jou uh, wederom in de studio te hebben. En uh, ja, leuk dat je wou komen en uh, bij ons ook uh, de nieuwe studio wou uh, lanceren op deze manier. Dus uh, ja. bedankt voor, uh, voor het hele mooie gesprek. Dankjewel. Ja, jullie bedankt. Yes, kijkers, luisteraars, jullie ook bedankt. We hopen dat jullie weer een hoop hebben geleerd. Uh, neem vooral even een kijkje in de Onneemend Academy. En wil je met uh, je cashflow aan de gang, bij je al verder in het ondernemerschap, wil je misschien wel een keer uh, uit je bedrijf stappen of grote stappen maken om te investeren, kun je natuurlijk altijd een uh, kijkje nemen bij Mark, Mr. Cashflow. Uh, dan weet je hem wel te vinden op alle sociale kanalen. Dus, uh, nou ja, like en share vooral even de aflevering. Abonneer ook op onze kanalen op YouTube. En we zien jou sowieso de volgende keer weer terug. Dank je wel.